Ilja Reijman staat bekend als een van de eerste gabbers. Hij kwam in 1991 in aanraking met house music. En al snel begon hij met het organiseren van zijn eigen housefeesten onder de naam Multigroove. Hier ontstond de oorsprong van de Nederlandse subcultuur gabber. Vandaag is Ilja bij ons in de podcast om te praten over zijn verleden, zijn verslaving, herstel en intimiteit. Ilja Reijman. Hallo allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Wat kan er nou gebeuren? De enige podcast waar iedereen VIP is. We hebben vandaag Ilja Reijman, een van de grondleggers van de Nederlandse dance muziek, de dance scene en ook de Gabber House. Welkom Ilja. Dankjewel Reda. Fijn om hier te zijn, dank je voor de uitnodiging. Ja man, leuk dat je er bent. Gabbers. Ik heb toevallig gisteren die documentaire even gezien. En ik vind het wel mooi. Ik had het met Reda over. Ik zeg, ik was niet van de gabber. Maar hij komt uit de stad, ik kom uit het dorp. Bij mij was het André Hazes was toen. En hoe heet het nou? Normaal. Maar we hoorden wel over de gabbers zien. Weet je, je zag steeds meer mensen naar Amsterdam trekken. Voor de allereerste gabbers zien. Naar alles wat daarbij hoort. En dan zitten we uiteindelijk hier met een van de grondleggers. Hoe is dat zo ontstaan? Want uit welke stroming voor de gabber kwam jij? Ja, ik was voordat ik naar de dance ging, voordat ik überhaupt naar een housefeesten ging. Kijk, toen was er nog helemaal geen elektronische muziek. Nee. Ja, Kraftwerk. Ik was een Pink Floyd fan, een Cure. Bowie, Lou Reed, Doe Maar. En die vrienden natuurlijk recentelijk overleden. Ja. Dus dat. En toen kreeg je eigenlijk de allereerste housefeestjes. En ik weet wat ik er voor de eerste keer belandde. En ik dacht echt, wat een tyfus muziek. Wat is hier nou? Ja, je wist nog net hoe je erop moest dansen. Ja, we hebben gelachen hoor, in het begin. Melkweg en dat was DJ Per. En normaal kwam ik daar en er was al lekker rock en van alles wat, weet je wel. En ik denk, wat is dit nou? Moet ik gewoon zo'n nekschot geven, jongens? Ik een beetje in de gang blijven zitten. In de week erop, ik kwam veel bij de Bachman. Dat is zo'n secte, maar community. En die gasten zeiden, kom, we gaan naar een feest. Nou, ik ga mee, ik stap in zo'n keverautootje. We rijden richting de industriegebieden van Amsterdam. Het werd steeds afstandiger, weet je wel. Er alleen nog maar die prostitueetjes lopen, die afgetrapte loodjes en alles. En op een gegeven moment gaan er een paar van die pilletjes rond. Nou, ze zeggen, ik stel niet zoveel vragen, weet je wel. Ik gooi die pil erin. En we rijden door en ik kom bij die oostelijke handelskade aan. En ik kom bij een loods aan. En op een gegeven moment voel ik toch een beetje warm worden. Ik voel een beetje kippenvel. En ik voel zo die pil opkomen. En op dat moment hoor ik, ging je ook die deuren open van bij die portier om mensen binnen te laten. Ik hoorde die rook naar buiten en die housemuziek. Ja, toen pakte het me meteen. Het was het je eerste keer? Was het een ecstasy-pil? Dat was een ecstasy-pil. Dat was mijn eerste ecstasy-pil. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En die sloeg in en toen dacht je wel. Wow, ja, toen wist ik wel dat je denkt, ja, ik wil nooit meer anders. Dit is vet, zeg. Ja, dat was in het begin was dat, zo. Dat is denk ik ook bij de meeste mensen die op een gegeven moment hoek raken. Die denken van, wauw, dit is helemaal te gek. Die verbondenheid ook. Ja, enorm. Ja, connectie natuurlijk. Die verbinding, ja, dat was fantastisch. Ja, toen werkte de drugs nog voor me. Dus ik maak meteen maar even het ezelbruggetje naar drugs. Ja. Ik kan hem meteen al aan vastkoppelen. Niet dat ik niet naar feesten kan gaan zonder drugs te gebruiken. En ik ben daarvoor. Ik ben heel veel festivals voordat ik überhaupt feesten ging geven. En in 88 naar feesten ging. Ging ik echt al door heel Europa naar allerlei festivals om allerlei bands te zien. Ik ben altijd een enorme muziekliefhebber geweest. Dat is altijd mijn passie geweest. En ik heb gelukkig van mijn passie mijn werk kunnen maken. Ja. En Multigroove, dat is jouw organisatie? Ja. En sinds wanneer ben je daarmee begonnen? In 1990 kwam de groep bij elkaar. In 1991 hebben we het eerste feest gegeven. Oké, en het waren vooral technofeesten, dancefeesten, gabber. Ja, kijk, je had toen nog niet echt gabber. Hè? Nee, het was nog niet zo opgesplitst. House, was het house toen? House, rave. Je had dan wel een beetje een opsplitsing in twee. Nu natuurlijk van mellow house. Of van zoveel verschillende soorten. Ja. En toen had je mellow. En je had dan, wat wij deden, de rave. We werden gekscherend in Amsterdam door het Roxy-publiek. Die zich allemaal wat verheven voelde boven ons met de kunstenaars. En, en die noemden ons gekscherend de gabbers. Hé, gabbie. Dat was een gabber. Komt daar ook het woord gabber vandaan?
Ja. Ja, ik heb die documentaire gezien en toen was daar een discussie. Is het nou Rotterdam of Amsterdam? Waar is nou de gabber neergelegd? En dat vond ik zo mooi wat je in die documentaire zei. Als het in Rotterdam was, dan heette het kameraden. Ja. 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 Hey, kameraad. Ja, ja. Dat is bijna het meest Amsterdamse woord wat er bestaat, denk ik. Ja, ja. Gabber. Ja. Ja, wat een mooie tijd was dat, hoor. Ik heb gisteren ook even naar die docu gekeken. En ik kon niet stoppen. Ik denk dat ik tot 4 uur in de nacht gekeken heb. Ja, een hele mooie tijd. Weet je, toen was er bij mij nog niet heel veel aan de hand. Ik dacht van, nou, dit had... Toen ik er gisteren naar keek, werd ik een beetje verdrietig dat dat over was of zo. Een soort rouwproces. Ja, rouwproces. Het was nog wel de leuke fase. Weet je, ook dat ik drugs gebruikte en veel drugs gebruikte. En ik ben bij jou, denk ik, 35 jaar geleden op die feesten geweest. Weet je, in de Elementenstraat van Multigroep. Ja. Waren een van mijn eerste housefeesten. Ik vergeet het nooit meer. Dan had hij een dak, dat was dan ook van een stuk van glas. En dan kwam daar 's ochtends het licht doorheen schijnen. Ja. En dan werd het opeens allemaal licht. En dat was gewoon de Stoldoorn of zo. Ja. En dan zag je, iedereen zit er helemaal gestroomlijnd uit. Het was gewoon een heel nieuw iets. Ik dacht, wauw, wat gebeurt hier? En die muziek die bleef maar doorgaan. Tot 1 uur of 12? Ja, we gingen tot 12 middags door. Ja. Van 10 uur 's avonds tot 12 uur de volgende middag. Zo. Ja. En dan moest ik ze nog naar buiten vegen. Dan gingen ze voor de deur, zetten ze dan hun auto's open. Dan gingen ze daar nog een paar uur door. Okay. Ja, bizar. Ja. Ja. Maar dat was een upcoming ding. En deed je dat alleen in Amsterdam voor mijn beeld? Of? Ja, ik ben wel iemand die vooral loyaal aan Amsterdam is gebleven. Okay. Ik heb wel uiteraard later in mijn carrière doe ik ook wel. Ik doe ook Ground Zero Festival. Dat is tussen Deventer en Apeldoorn. Okay. Die kant op, midden in de bossen. En allerlei feesten gedaan in Nijmegen, in België. Ik heb zelfs als feest in Engeland of Duitsland gedaan. Okay. Maar ik ben toch wel voornamelijk in en rondom Amsterdam actief. Ja. De meeste mensen. Ja, wat grappig dat jullie me kennen. Dat jij op zijn feest... Ik ben op zijn feest geweest. Ja. Het is legendarisch. Ik denk, Ilja is echt wel een pionier in wat hij deed destijds. En gewoon de oude beelden om dat terug te zien. Dat was, weet je, aan de ene kant was ik best wel verdrietig dat het niet meer zo is. Aan de andere kant was ik heel blij dat ik het had meegemaakt. En aan de andere kant had ik zoiets van, wow, kon ik maar 5 minuten even weer terug naar die tijd. Weet je? En alles eromheen. Het was zo... Ik wil niet droog gebruiken of ik wil ook niet het verheerlijken. Maar het was wel een hele mooie tijd van samenhorigheid. Ja, ik ook denk, Reda. Weet je, Amsterdam was natuurlijk heel anders. Heel anders. Veel. Het was gewoon een hele mooie periode. Ik was jonger, onbezonnener. Ja, ja. Zat ik echt niet na te denken, moet het nou straks met mijn dochter? Nee, dat soort zorgen had ik helemaal niet, man. Ik was alleen maar jong en dus ook minder problemen. De drugs deed zijn werk gewoon nog voor me. Ja. Toen was het nog niet echt problematisch. Of in ieder geval. Ik begon er wel wat dingen, begon me in die tijd al wat dingen op te vallen. Van nee, die gaan op maanden gewoon naar werk. Weet je, maar ik heb gewoon een soort, noem je dat, omgeving gecreëerd waarin ik altijd kon gebruiken. Ik was eigenlijk glaszetter en schilder van beroep. Okay. Vrij slecht ook nog. Zo goed dat ik daar niet mijn brood ben hoeven blijven verdienen. En uiteindelijk ben ik in koffieshop gaan werken en housefeesten gaan geven. Dus er was eigenlijk op een gegeven moment altijd een omgeving waarin drugs gewoon geaccepteerd werd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Klopt, niemand die wat zei en niemand die mij mijn gedrag aansprak. Ja. En het leek wel alsof iedereen dat op een of andere manier deed. Hè? Als je er middenin zit. Je vindt het bijna raar dat andere normale mensen dat niet doen of zo. Iedereen deed het. En vooral in de volksbuur waar wij vandaan komen. Ja. Dus heb je op elke hoek heb je gewoon een kroeg en een koffieshop. Dan kun je inderdaad oprecht zeggen, ja, iedereen rookt. Ja. Je zit in een koffieshop. Ja. En die ecstasy van toen, hè? Ik heb het ook een paar keer gedaan. Maar was dat een ander soort? Was het niet sterk? Net als de wiet, hè? Die is steeds sterker geworden. Was die ecstasy van toen ook? Of? Nou, hij was beter. Het was beter. En sowieso, toen ik het langer gebruikte, gewerkt, reageerde mijn lichaam er anders op. Ja. Dus dan is die pil niet meer hetzelfde. Maar ik heb zo nog een affaire in 2000 van een vriend van me. Die had nog pillen uit de jaren 90. Die had een keer 1000 bewaard. Een oude pillendrukker. En die gaf me nog eens, hebben nog zo'n ding genomen die uit de jaren begin jaren 90 waren. Ja, dat was wel even een andere koek dan wat ze nu maken. En wat ook heel bijzonder was op die feest. Dus in het begin van mijn feesten was iedereen op hetzelfde pilletje. Dus er was één bus van liefde en iedereen heeft hetzelfde drugs. Ja. Als je nu uitgaat, is die nuchter, die is aan de drank, die is aan de speed, die is aan de coke. Die krijg je natuurlijk allemaal. En dat was één love bus. Zeg maar. Ja. Dat was wel bijzonder. Ja. Je hebt ook, toen, was je toen ook alleen maar aan de...
Aan de pillen of? Nee, ik zet aan alles, maar ik heb wel een tijd ecstasy verkocht, ja. Oké. Okay. Ja, ja. En drukt hij dat zelf? Maakt hij dat zelf? Of? Nee, nee, nee. Nee, dat krijg je gewoon. Ik verhandel het. Ja. Ja. Reden er nooit iets kleiner. Nee. Dan denk ik op een pak gevonden. Ja. Het was wel veel, ja. Ja. Ik heb er natuurlijk uiteindelijk is dat wel uit de hand gelopen dat ik ook vast heb gezeten en eigenlijk uitgeleverd zou worden aan Amerika om een straf daar te doen. Godzijdank ben ik 2 weken voor het uitleveringsverdrag ben ik hier opgepakt. En moest een straf hier uitzetten. Een paar jaar gezeten. Ja. Maar dat was die tijd dat ecstasy echt een van de belangrijkste exportproducten van Nederland was. Ja. En, is dat nog steeds zo? Ik denk nog, zeker weten, nog steeds, maar niet meer denk ik in de getalen waar het vroeger in ging. Nee, nee. Weet je, het is ook heel erg veranderd. Er zijn natuurlijk ook heel veel doden gevallen door rotzooi in pillen. Ja, de romantiek is, waar raakte er ook een beetje vanaf? Het was, in het begin was het gewoon een hele erge hippie-achtige scene. Weet je, ja, als je eens een keer een pilletje voor iemand regelde. Als ik wel eens een pilletje voor iemand regelde, dan had ik op maandag een briefje in mijn brievenbus. Wat een geweldige nacht. Ik zat dankjewel. Ja, ja. Ja, op een gegeven moment werden het natuurlijk veel harder. Een soort Pinda, Johan. Pinda, Sancho. Die jongens die hebben zich gewoon vastgebonden teruggevonden. Ja, weet je, die hele scene verhardde gewoon. Ja. Ja. Er werd veel, veel geld in verdiend natuurlijk. Er werd heel veel geld in verdiend, ja. 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 En toen had ik gelukkig mazzel dat ik feesten gaf. En me dadelijk erop kon storten. En dan kan ik ook mijn creatieve ei in kwijt. Het is gewoon fantastisch mooi om podiums te mogen ontwerpen. Om artiesten te mogen ontdekken. Om die mensen een podium te geven. Om daarmee samen te werken. Ja. Artwork te maken. En ik ben een geboren host. Ik vind het gewoon heel fijn om mensen te verbinden. Ik verbind graag. Ik vind het te gek om mensen een mooie dag te verzorgen. En te verwelkomen op mijn feest. Ja. Hey, je vertelde ook op een gegeven moment, bleef het bij jou bij 1 pilletje? Of ja, was het... Ja joh. Ja? Ja. Ja. Wat kan er nou gebeuren? 1 pilletje. 1 pilletje, ja. Ik bedoel, waren er andere drugs dan dat je er ook aan het uitproberen was? Of bleef je gewoon in die flow? Ik ben een addict. Dat was bij mij al. Ik gebruik voordat ik überhaupt een ecstasy probeerde, was ik een tijdje aan de cocaïne geweest. Ja. Een keer geprobeerd en meteen verkocht. Ja. Dat ging heftig aan toe. Binnen een maand zat ik ook te bezen. En dat heb ik 1 of 4 gedaan. Toen ben ik me zo enorm geschrokken. Het was zo treurig. Het was zo sad. Het was zo. Ik ging zo diep. En toen ben ik het een of andere gestopt. Ben ik gaan solliciteren als glaszetter. Werd aangenomen. Ik weet nog dat ik die nacht heb doorgehaald. Na mijn werk gegaan. En toen heb ik het nooit meer gebruikt. En toen ben ik echt een jaar lang... Gebruikte ik dus gewoon, ja, rookte ik een jointje en een biertje. Want ik wist niks over de ziekteverslaving. Ik wist niet. En toen kwam er ecstasy uit. En dat was gewoon de oplossing. Want ik nam 1 zo'n dingetje en ik was uur onder de pan. Dat doe ik gek naar mijn 3 op een avond. En dan was ik uur onder de pan. En dan viel ik ook nog gewoon netjes in slaap een keertje. Dus dat was een tijd lang de oplossing. Ja, toen kwam er op een afterparty toch weer een keer ook bij. En toch een keer een dikje bij. En de pillen werden slechter. En het laatst, toen ik tegen de tijd dat ik naar rehab ging, gebruikte ik cocaïne, ecstasy, MDMA-poeder, ketamine, LSD, hash, speed, riedrank, alles. De hele rattenplan. Ik had een soort wekkertjes die je moest zetten om bij te houden wanneer welk ging uitwerken je weer bij moest gaan slikken. Ja, anders ging de bus weg. Ja. Ja. Want wanneer merkte je zeg maar dat het een probleem was? Want het lijkt me heel erg moeilijk als je juist in die scene zit. Je organiseert dat, mensen komen binnen, gebruiken wat. En je zit er middenin wanneer je denkt van nou, ik zie een probleem. Wanneer was dat voor jou? Ja, dat is, weet je, dat is zo raar. Dat is op een of andere manier. En ik ben toch niet een hele domme jongen. Weet je, ik heb best wel wat talenten. Wel veel, veel. Maar op een of andere manier had ik niet zo snel door dat die drugs het probleem was. Ik gaf het toch wel alle andere dingen de schuld. Weet je, het was toch altijd wel net. Lag het aan het vriendinnetje en in de maatschappij. En weet je, ik had altijd, dit doe ik zelf. Dit is mijn vrije keuze. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, ging het al. Met cocaïne ging het al heel snel mis. En ik gebruikte gewoon elke dag. Ja. Had je dan ook zo van, want dat had ik heel erg. Ik dacht echt dat ik gebruikte omdat ik zoveel problemen had. Nee, dat had ik niet. Nee. Weet je, en totdat iemand tegen me zei, heb je niet zoveel problemen omdat je gebruikt. Ja, kan ik zelf niet verzinnen. Ja, ja. Oh, ja. Ik dacht, wat jij net ook zegt, weet je, ik gaf altijd dingen buiten mezelf, gaf ik gewoon de schuld. Ja. Dat ik gebruikte. Of dat ik moest gebruiken. Ja. Dus eigenlijk
Je had helemaal niet zoveel problemen. Nee, ik maakte die problemen door te gebruiken mijn afspraken niet na te inderdaad. Komen. Ja. Dit lost wel alles op. Ja. Gebruik lost alles op. Ja. Ik bedoel, ik kon geldproblemen hebben. En echt zorgen. Ik denk, Christusman, er komt niet genoeg geld binnengekomen. Hoe ga ik dat allemaal betalen? En dan loop ik een kroeg in en ik neem 2 drankjes. Ja. En mijn geldproblemen zijn weg. Ik geef de hele kroeg te zuipen. Ja. Weet je? Gewoon instant. Opgelost. Ja, de boel verdoven. Ja. Ja, de boel verdoven. Ik heb me altijd, weet je, ik had dat zoiets van, ik wil als een Indiaan leven. Ik wil buiten die maatschappij. Waarom zal ik van 9 tot 5? Waarom mag ik 1800 guldetjes of het verdienen? Terwijl omdat mijn wiegje in Amsterdam-Oost stond en we geen niet eens warm water hadden. En die had wel een ver kans. Dus ik had allerlei rechtvaardigingen. Waardoor ik even net dingen op zijn Russisch kon doen. Even met 1 been buiten de maatschappij. En ik had zoiets, ik voelde het als een soort vrijheid. En dat is iets van... Ja, dat deden de Indianen vroeger al. En dat is natuurlijk ook zo. Zolang als de mensen zich kunnen verdoven of kunnen experimenteren met plantjes en dingetjes, doen ze dat ook. Ja. En ik heb altijd heel lang gezegd dat ik het vrijwillig deed en dat ik het leuk vond en dat het bij me hoorde. En zoals ik op een gegeven moment van later, wat langer in mijn gebruikerscarrière, was gewoon machteloos. Ja. Ik kan gewoon niet stoppen. Ja. En hoe was dat in je jeugd dan? Met bepaalde gevoelens omgaan. Als je nu terugkijkt. Werd er bij jou thuis over gevoelens gesproken? Ja, ik heb best wel een liefdevol gezin. Mijn vader was een stevige drinker. En mijn vaders kant van de familie was drinken de normaalste zaak van de wereld. En roken. En als je dan over een jaartje 14 was en je kwam thuis en je rookte ook. Oh, dan rookte je ook. En dan werd er voor jou ook sigaretten gehaald. Weet je. Okay. Daar werd er allemaal niet zo moeilijk over gedaan. Ja. In de weekenden kwam de familie veel bij elkaar. Broers, oom, neef. En dan werd er behoorlijk gezopen. En mijn moeder was helemaal falikant tegen. Die wou niet eens dat ik suiker kreeg. Weet je. Die was echt heel erg van het gezonde. Dus die hadden wel wat conflict. Maar dat was bij ons algemeen geaccepteerd. Maar ik had een hele liefdevolle vader. Gewoon heel veel liefde geven. En, omdat hij al aan de alcohol zit, kon het ook wel eens in één keer omdraaien met hem. Dat hij in één keer van mood swings, zeg maar. Ja. Hoe voelde je daarbij als dat gebeurde? Ja, dat was doodsbang. Ja, dat is geen schrik. Ja. Schrik met de kleren. Ja. En het raar is dat ik dat ook van hem over heb genomen. Ik dat zelf dus ook. Dat, een beetje onvoorspelbaar. Explosief, weet je wel. Dat ik gewoon in één keer op zijn Amsterdams de boel kan lopen uitschelden. En dan ben ik inmiddels, weet ik veel, 4 jaar clean. Weet ik wel. Want ik ben meer dan 5 jaar clean. En als ik me dan nog dat zo, dan denk ik, dit past niet meer bij me. Nou, dit hoort niet meer bij me. Weet je. Schrok je ervan? Ja. Toen je erachter kwam dat je eigenlijk ook zo was geworden? Ja. Ja, kijk, het is ook een beetje Amsterdams. Ja. We wensen elkaar gauw een griepie. Ja. Hè, toch? Ja. Een griep. Ja. Ja. Je ziet terug van de pleurisie. Ja. En dat heeft natuurlijk ook, dat hield me ook. Ik ben op mijn 15e uit een internaat weggelopen. En toen belandde ik in de Bijlmer, heb ik een woning gekraakt. In zo'n flat, die stonden voor 70% leeg. Ja, dan moet je dan als jongen gaan manifesteren. Nou, dat doe je niet door bang te zijn. Dan doe je door die schouders ervoor. Hoe moet jij dan? Deze klote op mijn rol, weet je. Ja. En ook om mijn drugsgebruik te beschermen. Als mensen mij aanspraken op mijn levensstijl of mijn drugsgebruik. Dan deed ik dat ook. Ik bewaarde zelf wel. Ja. Dus het zat er al heel erg in. Ja. En nu heb ik wel zoiets van, dan ben ik dan een 52-jarige man. En dan sta ik zo te bulderen tegen mijn kind. Of weet ik. Niet meer chic, past niet bij me. Nee. Ja. Stap 6. Stap 6. Stap 6 en 7, dan worden de jongens van de mannen gescheiden. De karakterfouten worden dan op tafel gegooid. Voor de mensen die denken, waar hebben ze het steeds over? Dit zijn die 12 stappen. En als het goed is, dan laten we dat even zien. Met een linkje, dat mensen toch even, als ze kennis willen maken, even naar die 12 stappen gaan. Ja, toch? Ja, zeker wel. Dan denken die mensen, heeft hij nou even stap 6, stap 7? We hebben elke keer wel van die stappen. Ja, ja. Hoezo zijn het er 12? Met een linkje en dan kunnen mensen daar... Magische stappen. Stappen die je kan nemen om een mooie leven te krijgen. En om geen drugs meer te hoeven te gebruiken. Ja. Ilja, wanneer was je allereerste keer dat je in behandeling ging of in een kliniek? Nou, toen was ik 40, dus 12 jaar geleden. Oké. Okay. Heb je het lang volgehouden? Zo, ja. Ja. En de hele tijd stopte je even, want je zei net dat je ook aan het bezig was. Daar kon je gewoon even mee stoppen. Ja, daar ben ik mee bezig. Ik heb ik om mijn 18e gedaan en daar was ik binnen die 4 maanden. Dus zo geschrokken, nooit meer gedaan. Dus en waar was je van geschrokken dan? Want ik heb het nooit gedaan, dus wat gebeurde er? Ja, dat ging zo hard.
Dat ging zo hard. Okay. Bees is dat de blokfluit? Of is dat weer anders? Ja, heb je dat over een blokfluit? Ja, okay. Of een glas. Een glas maken met folie erover. Ja, dat is oké. En dan ging ik ook even door de ammoniak. Ja. Dat ging zo verschrikkelijk. Dat gaat heel hard. Ja. En je verandert echt als persoon. Hè? Je wordt echt gewoon, het is zo'n demoralisatie. Het is, je verliest ik kan, ik kan 10 gram wegsnuiven en dan val ik op een gegeven moment wel een keer om. Maar ik kan wel 40 gram wegroken. Is dat zo? Ja, en weet je, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, en ik dacht ook van. Met die ammoniak erdoor, dat doet echt wat met je kamers. Weet je, dat is echt rommel. Maar je kan er wel. Heel depressief. Je bent er wel zo mee gestopt dan. Nee, ja, maar toen ik was nog heel jong. Dus ik was 18 en ik was net een paar maanden aan. En toen ben ik gewoon op de een of andere dag. Het was verderop bij mij in het straatje. Ik had in zo'n heel klein veredelde gangkast woningje in toen ik 18 was in de pijp. Wat toen nog een volksbuurt was, met veel gestutte pandjes en van die leegstaande. En nu is het natuurlijk een hele chique Juppenwijk. Ja. Toen waren allemaal van die illegale kroegjes en dingen die dag en nacht doorgingen. En verderop in de straat woonde mijn vriend, zijn broer, en die was heroïnedealer. En die had een politieinval gehad, die zat in de gevangenis. En wij gingen op zijn huis passen, omdat hij in de gevangenis zat. En toen kwamen daar al die junkies de hele tijd langs. Handel brengen, handel vragen, handel doen. Ja. Dus het broertje van hem, die was mijn vriend, mijn leeftijd. Die zei, we gaan dit maar een beetje overnemen. We gaan geld verdienen. Ja. Zo, dat was het begin. Nou, dat gaat snel zeg. En daar ging je natuurlijk ook weer proberen. Hey, godzijdank heb ik nooit geen heroïne geprobeerd. Okay. Die verstand, dat had ik nog wel. Ja. En ik had een Turkse vriend, die was uit de gevangenis ontsnapt. Die kwam bij mij in huis wonen. En die had een kilo heroïne bij zich. En dat ruilde ik. En dan stal ik wat van hem. En dan zoals slot in de ijskast van grote. En dat ruilde ik erom voor cocaïne. Oké. Om het zelf te gebruiken ook. Ja, precies. Ja. Hey, en als je terugkijkt, Ilja, naar. Je hebt natuurlijk iets heel moois neergezet hè, met Multigroove. Het is niet iets kleins. Voor de mensen die niet weten wat Multigroove is, Google het. Het is echt de moeite waard om te zien van hoe nostalgisch het is. En hoe mooi je dat eigenlijk uitgebouwd hebt. Naar uiteindelijk toch. Ja, het is iets wat bijna niet meer weg te denken is in de house scene. Omdat. Toch zo groot te maken en door je gebruik weer af te breken. Want daar hebben we het ook vaker over gehad. Hoe was dat voor jou? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die jou daarbij moeten gaan helpen. En de belangrijke afspraken die je moet gaan nakomen. Hoe deed je dat met je gebruik? Dodelijk vermoeiend. Het was gewoon topsport. Dodelijk vermoeiend. Ja. Ik snapte in het begin ook niet hoe kan mij dat elke keer gebeuren. Ik bouw er prachtig moois op. Normaal ik heb best wel veel. Ik heb ook wel wat stukje talent. Ik heb heel veel passie, heel veel liefde te geven. Ja. Voor mijn bedrijf, voor de muziek, voor mensen. En dan gaan we met z'n allen heel enthousiast gaan wat opbouwen. En gaandeweg. Dan ben ik al vaak wel clean. Weet je, dan word ik weer eventjes van. Was net uit de gevangenis gekomen. Naar Multigroove hebben we ook een inval gehad. Hè? Ik na een serie illegale feesten kregen we een heftige politieinval. Operatie Staartjes heette die, want we hadden allemaal staarten. Oh ja. Nou, daar komt staartjes vandaan. Ja, kan staartjes vandaan. Ja. Ja, het was een hele heftige inval. En dat heb ik in de gevangenis gezeten. En dan was daarna, mijn compagnon met wie ik toen die feesten gaf. Die leeft nu, 30 jaar later, nog van het geld wat we toen verdiend hebben. Want die was geen verslaafde. Die investeerde dat op goede manier. Die hield het in zijn zak. Ja, en ik geloof dat ik kwam uit de lik. En ik ben ik nog daarna nog even naar Thailand en Australië geweest. Per maand later was mijn poen op. Waanzin. En dan, ging ik weer terug naar mijn sociale huurwoningje. En dan werd ik weer clean. En dan bouwden we weer wat op. En dan gingen dingen weer een beetje lopen. En dan eigenlijk stortte het dan weer in. Ja. Doodvermoeiend. Ja. Doodvermoeiend. Dat word ik op het laatste niet meer. Dat heeft ook eigenlijk wel mijn leven gered. Dat ik 40 werd. Het kostte zoveel energie om elke keer weer op te kruipen. En het weer opnieuw te gaan doen. Ja, ik weet er alles van. Kijk van hoe vaak ik niet iets heb opgebouwd. Kijk, een huis bouwen. Dat zit tijd in, een huis bouwen. Je moet het fundament, je moet de beton storten. Je moet even wachten totdat het droogt. De juiste stenen moet je. De sluitstenen moet je op zijn plaats hebben. Zodat de boel niet in elkaar doet. En dan staat hij eindelijk. Maar geef me 5 seconden. Eén sloopkogel. Bam, weg. En dan weer beginnen. Maar het verneuken creatieve ervan is dat je hoofd zegt van ik kan het zo snel weer opbouwen. Maar je bouwt het weer op een hele verwrongen manier. Bouwde ik weer iets om. Alles ging op z'n Russisch. Ik ben nooit in me opgekomen. Ik heb op een gegeven moment ik kan misschien ook eens naar de Kamer van Koophandel gaan. En dan kan ik misschien een eigen bedrijf. En dan ga ik eens naar een. Nee, dan vond ik wel weer een junk op het Centraal. En die lieten we dan zich inschrijven. En die tekende er dan overal voor. En dan kon ik lekker op z'n Russisch alles zwart in mijn zakken stoppen. Ja, ja. Dat was natuurlijk ook wel een andere tijd. Weet je nog? Ja.
dat je met dat soort dingen wegkwam. Maar we gaan nou gewoon normaal ondernemen, man. Weet je, het bij mij altijd dat gedrag. Ja. Ik ben natuurlijk een jongen van de straat op mijn 15e weggelopen uit de internaat. Het is een beetje die overlevingsskill. Ik was altijd een soort overlever. En met heel veel passie dat gedaan. Maar ja, uiteindelijk elke keer klapte het wel weer in, weet je wel. Of kon ik het ook echt even, had ik geen zin meer om feesten te geven. Dan stopte ik er even een paar maanden mee. Ja, tot ik dan weer... Toch weer aan de gang ging, geld nodig had. Geld nodig had. Nou, maar ook wel weer zin. Ik heb gewoon heel veel passie voor muziek. Ja. Maar het was gewoon een grote waanzin. En in die tijd moet je je voorstellen, ik was echt een arme straatsloeber. En toen ging ik die feesten geven en ik de ecstasy kwam en ik ging dealen en ik werkte in een koffieshop. En ineens begon iedereen met geld aan me te gooien. Ja. Ik, wat was ik, een jaar of 1922? Weet niet, iedereen met vuil. Ik weet niet hoe je met geld moet omgaan, verlanden in die tijd. Ineens. In een paar maanden tijd reed ik met vuilde zakken met geld in de rondte. Maar iedereen, overal waar ik mijn koppeling zien, begonnen mensen met geld aan me te gooien. Ja. Moet ze bukken. Ja. 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 Nou, zeg op, jongens. Ah, sorry, breng het morgen maar even. Ja, nu denk ik heb nou genoeg bij me. Hey, en werd jouw gebruik ook in die tijd steeds heftiger? Ja, tuurlijk. Ja. Het is een progressieve ziekte natuurlijk. We gaven eerst een hele serie illegale feesten. En die deden we in fietstunnels, in gekraakte pandje. Ja. En dat was een heel leuk kat-en-muisspel met de politie. We zetten geen locatie op de flyer. Je had natuurlijk nog geen internet. Dus je had niet dat je even een appje stuurde of een op social media. Nee, je flyerde. En dan zei je, nou jongens, aanstaande zaterdag gaan we om 9 uur verzamelen op het Centraal Station in Amsterdam. En dan gaan we jullie vertellen wat het feest is. Ja. Nou, en soms deden we dat, hadden we nog niet eens een locatie. En dan serieus? Dus de mensen kwamen bij elkaar, maar je wist nog niet waar het feest was? Nee, er was je al een flyer. En dan hadden we wel, ik kende heel Amsterdam op mijn duimpje. En dan hadden we wat loodsen op het oog. En dan hebben ze, nou weet je wat, we pakken die loods in Noord. Die gaan we pakken deze keer. Gewoon echt op het laatste moment gaan. Dan besloten we, dit wordt hem. En dan gingen we hem een beetje afleggen, weet je wel. S'nachts een beetje scouten of we braken in dan, weet je. Theoretisch gezien is het inbreken. Ja. Het was natuurlijk een kijkoperatie. Ik heb ook meegemaakt dat dit de loods leeg was. En dat we daar met ons breekijzer naar binnen kwamen om feest te geven. Ja. Kut, stond die hele loods vol. Oh, ja. Dan ben je gewoon een inbreken. Ja. Het was niet zo leeg als ik dacht. Nee. Het was gewoon een opslag. Maar meestal hadden we het goed gespot. En dan was die leeg. En dan dan lieten we de eerste bussen. Er stond allemaal politie ook op het centraal. Die dacht, nou, de rijwachters aan en stop. Ja, dan zien we wel waar het is. Dan lieten we allerlei mensen allerlei andere kanten op rijden. Oh, ja. Dan kwamen ze weer bij elkaar. En als er dan een paar honderd mensen op zo'n feest waren, kwam die politie en die zeiden, ja, hier kunnen we nu niet. Als we het nu stoppen, dan hebben we 2000 van die Mongolen hier door de buurt lopen. Ja. Laten we het maar beheersbaar maken. Maar en dan liet ze jullie gewoon doorgaan, ja. Ja, ze wisten ook niet wat er overkwam, man. Ik heb die koppen van die agenten, ze bij zo'n feest, die hadden nog nooit, die moet je voorstellen, nu heb je de hele dag elektronische dancemuziek op de rug. Nog nooit. En dan kwam die ineens aan, hoor je, op zijn industriegebied ergens, zo moeten die mensen op een industriegebied. En die waren eigenlijk gewoon verbouwereerd en gewoon gechoqueerd. Gewoon ze kijken, met wat is dit? Die konden hun ogen niet geloven. Ja, we flikten allerlei. Ja, kunst. We hebben ook wel eens gezegd, het pand wordt maandag gesloopt en we gaan een buurtbarbecue houden en dan nodigden we allerlei buren uit. Netjes een brief, daar gingen we mee naar het politiebureau. Zeiden, kijk, we hebben een beentje en de buurt en de barbecue. Nou, hartstikke leuk, jongens. En dan kwamen er ook netjes de buren en hadden ook netjes het barbecue. En om 10 uur schopten we de drumstel aan de kant. Ging die house party aan en dan kwamen er een paar duizend man van de Centraal Station. En dan hadden we feest het volgende ochtend. Ja, was leuk. Was gek. Pietje Bel, een beetje bij tegen het systeem. Een beetje ondergronds verzet. Dus dat gaf een gigantische bus om dat te doen. En heel veel energie. En dat is hartstikke tof om te doen. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. Maar ja, ik was wel al... Ik had die machteloosheid over mijn gebruik gewoon niet zo door. Ja. Ik weet wel dat ik op zaterdag een feestje gaf en ging op dinsdag slapen. Alleen was ik toen jong en als ik op dinsdag ging slapen en ik werd dinsdagavond een keer wakker, dan schudde ik 2 keer met mijn hoofd en ging het weer. En dan gingen we naar woensdag naar de richter. En dan gingen we weer werken. En als ik nou 3 dagen doorhaal, dan heb ik 5 weken later lig ik nog in de gallemiegers. Nee. Ik ben gewoon vanavond niet meer. Nee. Ja. Ik zit echt na te denken, jongen. Ik krijg allemaal van die flashbacks van vroeger. Weet je, en zo was het gewoon in het begin. Het was zo onbezorgd of zo. Als je het er zo over hebt, dan word je wakker en dan ga je weer een centjes verdienen. Ja, ik ben nu, was ik een sociale huurwoning, ik heb 400 gulden. Ik zie gas en licht, maar schiet naar mijn lek. Ik kwam van de straat, ik had geen kinderen. We zien het wel. En niet weten wat die drugs uiteindelijk met ons gaat doen. Hè? Dat was de oplossing. Dat was gewoon de oplossing voor het onderliggende probleem. Ja. Ik zal je vertellen, ik weet wel, dat in de jaren 15 was dan en mochten we naar de lokale buurthuis, discotheek-achtig ding. En dan ging je dan met vrienden naartoe. En dan weet ik nog wel, ik vond dat intimiderend.
Weet je, okay. Ken je dat? En je kom je op zo'n plek aan en dan is daar muziek. En dan staan we net even die jongens die net 1, 2 jaar ouder zijn dan jou. Die scootertje. Die nog even een rotgeintje met je willen uithalen. En er staan daar meisjes in doen. Die staan een beetje te giechelen. Ik vond het best. Ik denk, als giechelen zo'n meiken. Ik stond een beetje in de hoek daar. Het was nou niet zo. En dan zag ik allemaal van die jongens die met de lachers op hun hand hadden. Die stond met een meisje op de scooter te zoenen. En die stonden lekker te dansen. En ik stond een beetje in het hoekje. Zo. Ik vind het bloedeng. Ja. Nou, totdat iemand me drank gaf. Ja. Weet je wel, en ik er wat instopte of een pil of wat. Ineens valt die angst van me af. Ineens sta ik op biljart te dansen. En ik weet precies wat ik moet zeggen. En het meisje lacht om me. En die gaat nog met me mee naar huis ook. En ik heb vrienden. Zo begint het. Ja. Zo was het bij mij ook begonnen. Ze hadden dat fucking al in de brint moeten gooien. Ja. Ze hebben dat goed geheim gehouden. Dit is oplossing. Hoe was het voor jou? Nou ja, ik wil net zeggen. Bestaat er niet een medicijn wat niet verslavend is? Wat je aan iemand kan geven? Ja, dat hij zich gewoon oké voelt met zichzelf. Dat hij zich oké voelt. Dit herken ik ook. Dat je ergens binnenkomt. Je denkt, shit man, er staat een grote gast in. Ja. Die zijn stoer en jij durft niks. En zij praten, maar zodra je dus een middel neemt... Ja, dan valt het allemaal van je af. En dan ga je gewoon en dan ga je naar die grote gasten. Ja. Als we daar nou iets voor kunnen vinden. Ik voelde me compleet. Eindelijk werd ik, zoals ik andere mensen zag... dat ze waren en zo makkelijk door het leven. En eindelijk had ik dat nodig. En dan kon ik dat ook. Ja. Maar mijn leven werd ook leuker. Want ik meteen in het begin dat ik gebruikte... Toen had ik het weekend hadden we een lol gehad. En dan ging er ook echt zo'n meisje met me mee. Ja. Weet je? En als ze niet mee ging, dan wist ze niet wat ze miste. Nee, had ik zo'n houding. Ja. En op maandag stonden die jongens aan de deur. En want ze hadden gelachen met me. En dan zaten we bij mij een jointje te roken. Dus in het begin creatieve podiums ontwerpen. Bij mij thuis tot diep in de ochtend. We cracked the secrets of the universe, man. Het was echt... weet je wat je van die momenten hebt? Dat je denkt, Weet je wat er nog het ergste ervan is, Eva? Sommige van die ideeën lukken ook nog. Ja, en dan denk alles. Je over, ik ben geniaal. Alles wat ik aanraak brandt in goud. En dat was een hele tijd was dat zo. Dus het was een hele sterke oplossing. Het was een hele sterke oplossing. Absoluut. En wat ik altijd zeg, verslaving is de enigste ziekte... Met een leuke fase. Ja, precies. Voor mij was dat een hele leuke fase. Dat met uitgaan. Ik wist niet dat ik net de poorten van de hel heb opengetrapt in de naam van Oranje. Weet je het niet? Nee, dat weet je niet. Ja, kijk, weet je, ik zeg altijd van dat rad van Fortuyn. Weet je wel, dat je aan mag draaien. Dat je van kom naar beneden en sla je slag. En dan je van zo'n rad mag draaien. Ja. Dat was voor mij drugsgebruik. En er zaten er allemaal van die bordjes op. En een jam sessie met vrienden. Ja. Een concert gezien. Met twee vrouwen in bed. Heel af en toe zat er een blauwe oog tussen. Maar door jaren heen, zijn ze met die bordjes gaan lopen klooien. Ik zat steeds vaker een nacht in de cel en een blauwe oog. Ik ging nooit meer met twee vrouwen in bed. Nee. Weet je? Ja. Maar ja, ik weet dat die ertussen zit, die twee vrouwen. Ja. Dus ik blijf maar. Ik ben net die rat die aan dat gekke raar blijft draaien. Nog even 30 jaar lang. Ja. Wat zit er nu nog op? Dat rad. Ja. Ja, nu is het rad wel weer interessant. Ja, ik denk dat een rad van herstel hele mooie dingen brengt. Oké, maar het oude rad, dat heb je wel door. Er zit alleen maar ellende op. Die bordjes die ik weet. Ik ben gewoon niet zo heel snel van begrip. Dat Doet bij mij gewoon een jaar of 25 voordat ik door heb dat die bordjes er helemaal niet meer op zitten. Ik moet eerst mijn hele leven aan de grond afbranden. Dat echt iedereen die ik in aanraking ben geweest vergiftigd is. En dan dat ik dan een keer denk, misschien ben ik het probleem wel, joh. Heb jij ook dat? Misschien moet ik niet meer in die bordjes draaien. Nee. Ilja, heb jij ook dat jouw hoofd zo werkt dat je alleen nog maar aan de leuke momenten denkt? Weet je, als je weer een tijdje clean bent, zo erg was vergeet het niet. Man. Ik vergeet gewoon echt de ellende. Als ik die ellende en die wanhoop in een potje kon stoppen, van elke keer als ik weer wil gaan gebruiken, dat ik dat heel eventjes open kan doen. Doe maar niet. Maar je vergeet gewoon de wanhoop. Ja. Rationeel weet je het wel. Ja. Maar gevoelsmatig ben je het helemaal kwijt. Dat je voor de spiegel staat en jezelf haat. En er niet meer uitziet. En denkt oh man, waarom doe ik mezelf dat? Vrouw bij je weg. Politie aan de deur. Geldproblemen. Dat is een fucking rattenplan. En wanneer ik dat weer herinner, is op meetings. Als je naar een meeting en iemand vertelt daarover. Ja. Denk ik, ik heb bijna kippenvel. Denk ik, dit heb ik ook gehad. Maar de tering, wat erg zeg. Weet je dan? Dan vertelt iemand over zijn relatie met zijn vrouw en weet ik van wat en de wanhoop. En dan komt het terug, omdat ik het vergeten was. Ja. Als er iemand hier teruggevallen is en na een lange terugval of korte terugval en hij komt weer terug op de meeting, ze komen nooit zeggen: godverdomme, dat had ik 4 maanden eerder moeten doen. Het is altijd huilen, doen, verdrokken verzichten. Ja. En dan zeg ik altijd tegen diegene: wat fucking goed dat je terug bent gekomen. Ja. En dankjewel dat jij dit deelt, want ik moet dit horen. Ja. Want ik vergeet dat. Ja. En als jij dan weer even terugkomt na een terugval en je deelt hier even, de hel weer is losgebroken en je vrouw weer huilend op bij je, dan weet ik het weer even. Dan kan ik het voelen, dan kan ik het proeven, weet je wel. En dan haalt mijn scherpte.
heb je heel goed. Ja, die zeker. Ja, zeker. Ja. En ik zeg ook altijd tegen mijn sponsors van op het moment spelen we het hele filmpje af. Spelen, want ik heb dat ook voor het gemak. Ik had het in de kliniek al. Ja. Ik kom in de kliniek aan. Nou, ik ben niet gegaan omdat ik een nachtje slecht geslapen had. Ik ben echt, omdat het was echt goed mis. Ik ben nog geen twee weken in de kliniek en het is met een schoolreisje voor me, man. Ik ben gewoon vergeten. Ja. Ik ben vergeten gewoon hoe erg het was. Ik weet alleen nog dat stukje dat we lekkere seks hadden en dat die muziek zo goed klonk. En dat we, weet je, dan loop ik met jou van straat. Weet je nog, ah, wat hebben we gelachen? Wat hebben we? Nou, dan lopen al die verhalen te verheerlijk en we lopen al onderweg naar de dealer. Ja. Ja, en ik stop alleen maar als ik of op een gegeven moment om ben geflikkerd of de ambulance voor mijn deur staat. Ja, wat is dat ook gebeurd? Dat de ambulance voor je deur staat, ja? Ja, ja, dat is gebeurd. Ja. Dat was ook wel mijn rock bottom. Ik was 38, bijna 39. En ik ben een avondje naar een kickboxhalle toe. En weet je, ik had maandag afspraken. En ik had tegen mezelf gezegd van, joh, ik ga gewoon slapen. En als je mij aan de leugendetector had gelegd, dan had er ook gewoon gestaan. Hij spreekt de waarheid, hij gaat gewoon slapen. Hij gaat niet bijhalen, neemt 1 grammetje. Dus dat was ik. En dus ik kom thuis, even nog een dingetje doen, even naar de discotheek. Maar goed, 's morgens kom ik thuis en ik neem zo'n thaise slaappil. Want ik heb mezelf afgesproken. Ja. Het ding begint te werken en ik word een beetje surf en ik voel me heerlijk eigenlijk. En ik denk, ah, fok het hoor, neem toch nog even een snuifje. En dus even gas geven remmen, nog een paar snuiven erachteraan. En toen kreeg ik een hartklapper. Dan ging mijn hart alle kanten op. Ja, ik heb wel behoorlijk wat gebruikt hoor. Maar ik heb alles weer. En ik denk, ik heb een hartaanval, man. Dus ik was gek aan de ambulance bellen. En die kwam dus met gierende banden aan. Ik werd vastgebonden en in die ambulance gerecht. En die broeder die in die auto, die zegt... een week geleden is hier een jongen van 23 jaar hetzelfde gedaan als jij hebt gedaan. En die heeft het niet gehaald. Heeft het niet overleefd. Dat vertelde hij mij, terwijl ik met gierende banden naar die ambulance naar het ziekenhuis ben. Ik kom in het ziekenhuis aan en ik word in een kamertje gelegd. En wordt mijn borsthaar weggescheerd. En dan word ik aan die plakkertjes gelegd aan de hartbewaking. Ja. En ze laten me daar even met rust. En ik voel een kalmte over me komen, want ik ben een goede hand. Ik ben niet meer bang. Het was uiteindelijk geen hartaanval. En ik lig daar op die hartbewaking. En ik heb een pak coke in mijn zak gehaald. En terwijl ik in de hartbewaking lag, ben ik nog even verder gaan snuiven. Serieus? Dat is echt machteloos. Dan weet je gewoon dat je machteloos bent. Ik had het vorige keer ook verteld. Weet je, dat ik in het ziekenhuis zit. Weet je, dat ik uit het raam wegtakt in Albert Kuipstraat. En ik kom op de intensive care terecht. Ook met allemaal slangen in me. En plakkers op mijn hoofd. De moeder huilend naast mijn bed. Ja. En je wordt wakker en je ziet dat. En normaal mensen zou denken van dat doe ik nooit meer. Ja. En een half uur later toen ik uit het ziekenhuis was, was ik die GHB weer aan het nemen. Ja, bij mij was het, kijk, toen had ik wel, oké, hier begint zich een probleempje te manifesteren. Weet je, die snapte zelfs ik. Dus ik had toen wel zoiets van dit is het einde. Ik ga het nooit meer gebruiken. Ja. Dit is over. En ik heb inderdaad 2 maanden niet gebruikt. Ja, ja. Ja, dat vind je heel knap van jezelf op dat moment ook nog. Ja. Ik heb een allergie. Ja. En ik heb een obsessie. Eigenlijk zit ik tussen wal en schip. Ja. Want ik heb aan de ene kant heb ik een allergie. Dat als ik eenmaal begin met krabben. Het is net, dan kan ik niet meer stoppen. Nee. Geef mij één korreltje cocaïne. Een grote zaadkorreltje. Ik stop het in mijn neus. En ik ben gezien. Ik heb zelf geen enkele moer meer te vertellen over wanneer ik stop. Dat denk ik wel. Maar ik heb geen enkele moer te vertellen. Nou, dan zou je denken van net als ik ben allergisch voor pinda, blij dat ik erachter ben gekomen. We nemen geen pinda's meer. Ja. Maar aan de andere kant heb ik een obsessieve kaders die de hele dag aan pinda's denkt. Ja. Ik kan geen seks hebben zonder pinda's. Ik kan niet. Ik durf niet te staan op zonder pinda's. Ja. Ik moet pinda's. Dus ik ben de sigaar. Ja. Het is echt zo. Ja. Je lichaam kan niet tegen drugs en alcohol, maar je hoofd kan niet zonder. Ja, precies. Een hele rare combinatie. Ja. Dus als je eenmaal stopt. Ja. Dan gaat je hoofd tegen je zeggen van nou, nog 1 keer, dat kan wel. En als je die eerste neemt, dan wil je stoppen met je hoofd. Maar dan zegt je lichaam, nee, we gaan nog even door. Eén grote fucking strijd. Ja. En weet je, jarenlang alles op drugs gedaan. En kon, ja, als je naar een concert gaat en je neemt zo'n pilletje, klinkt het wel lekkerder. Ja. Seks is ook even, je voelt alles even. En na zoveel jaar om dat allemaal zonder te gaan doen, nou, dat vond ik nogal wat. Wat vond je dat? Ik vond intiem zijn, intiem worden, vond ik heel erg moeilijk. Ja. Eng? Ja. Ik vond het heel eng. Ja, bloedeng. Ik wist helemaal niet hoe dat moest. Nee, maar ik ook niet. Iemand moest mij echt vertellen van, ja, het is oké, rijden, maak je niet druk. Ik weet nog wel dat mij. Als een vrouw even dit bij me doet, zit ik helemaal zo. Als een plank. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. Als een plank. Ja, heel eng, angstig. Oh, eerlijk, ik zal bijna vergeten dat de microfoons en camera staan. Maar ja, nou, dit goed. Dan wordt het opgenomen, nee toch? Ik vond het verschrikkelijk, man. Ja, ik herken dit, jongens. Ik dacht dat liefde seks was. Dat je met elkaar Porno, ja. Ja, dat je dacht van, oké, dat is dus wat intimiteit is. Want dan ben je intiem met elkaar. Precies. Ik wist helemaal niet. Maar het hele beeld is zo verknipt. En ik weet nog wel dat mijn vrouw, die
weet ik wel, ik terug uit de kliniek en dan weer een maand. En dan bij me kwam liggen en me kon knuffelen om mijn borst kwam liggen om me lief te vinden en om met me te vrijen. En ik schoot en ik stond als een plank. Ik denk, hoe gaan we dit in godsnaam doen dan? Ja, hoe moet de been erheen? Hoe gaat het ding overeind komen? Hoe moet het allemaal? En toen ging ze gelukkig even douchen. En toen kon ik al snel op mijn telefoon porno kijken. Ja, dus ik klaar was als het terug was. Zonder met drugs, ja. Dat niet meer getriggerd en je moest het wel hersteld. Dat is gelukkig is dat wel hersteld. Ja, jij bent recent ook vader geworden. Dus je gelukkig. Ja, dankjewel. Nee, maar dat vond ik heel erg moeilijk om te stoppen met alcohol en drugs. Ja. En met gokken. Alles wat mij eigenlijk verdoofde. En dan alles opnieuw moeten gaan leren. Ik heb me echt jarenlang als een klein kindje gevoeld. Vandaar dat ik ook blij ben dat we een sponsor hebben. Een sponsor, dames en heren. De mensen die luisteren, de mensen die kijken. Een sponsor is een soort van toetssteen. Iemand die je altijd kan bellen. En verder is dan jou in je herstel. En jou kan helpen bij je herstel. En jou door hele moeilijke momenten kan loodsen. Weet je, ik heb echt mijn sponsor heel vaak moeten opbellen. Maar van hoe moet ik dit nou doen? Ik wist echt niet hoe ik met gevoelens moest omgaan. Je kan ook de dobbelstenen gebruiken. Die dobbelstenen zijn top, ouwe. Nee, maar ik vond het eng om alles gewoon echt... Ik voelde me naakt zonder drugs. Het is net of je van glas bent. Dat je het wens er zo je heen kijkt. En sponsor is goud trouwens, inderdaad. Ja. Mijn sponsor is echt... Ik heb hier 10 jaar lang een sponsor gehad. En dat is nog steeds mijn beste gabber. Die heeft me echt... wat een liefde. Wat een energie in die mensen. En een geduld ook. Een geduld. En ook door me terugvallen en de weerstaan. Maar nooit veroordelen. En ik heb nu ook mijn sponsor. Nu ook... Bob, als je luistert, dankjewel. Maar ik hou van je. Dat zijn gewoon een soort spirituele coaches. Ja. Die gewoon bij mij, weet je, die lopen gewoon stappen voor mij met een zaklamp. Ja. Die kunnen eigenlijk hier niet struikelen. Nee. Je moet hier, kijk uit hier. Ja. Precies, ja. Dat is fijn dat je zelf door het donker loopt. Ja. Ja. Mooi hoor. Mooi. Even terugkomen op dat intimiteit. Ja. Hoe lang, want toen ik stopte met drugs en alcohol, ik vond het heel... Ik viel elke keer terug daarop. Omdat ik gewoon het heel erg eng vond om met een vrouw te zijn zonder drugs en zonder al die dingen. Want het nam natuurlijk jarenlang, nam dat alle angsten bij me weg. Ja. En nou opeens kwamen de angsten terug. Ik wist niet hoe ik me moest reageren. Je presteert toch anders. Weet je, als je drugs op hebt, ben je dagenlang ben je bezig met vrijen, met seks, met weet ik veel niet wat. Dat het op het laatste hormonisch was, maar... Nee, tuurlijk niet. Weet je, maar daarna is dat weg. En dan in één keer gaat het veel sneller. En dan vraag je jezelf af, hoe voelen ze het? Al die dingen. Dat is heel erg pittig. Ja. Ja. Vooral die intimiteit. En de enige manier voor mij was het om daar doorheen te gaan, en dat heb ik echt geleerd, is dat de hoogste vorm van intimiteit eerlijkheid is. Juist, en daar had ik nou dus echt een probleem mee. Heel om mooi. Eerlijk te zijn over mijn gevoelens. Ja. Zeggen van, wow, ik vind dit best wel eng. Normaal heb ik hier geen problemen mee. Maar ik merk gewoon dat ik toch wel met bepaalde dingen struggle nu ik niet meer gebruik. Dus die eerlijkheid heeft er wel voor mij voor gezorgd dat ik mezelf ben gaan uitspreken. Wat mooi dat je dat durft te zeggen, man. Ja, maar wat mooi dat jij dit ook zegt, want dat is precies wat er aan de hand is. Er kwam een andere soort intimiteit. Is dat je wordt clean en ik ga ineens in dingen delen. Ik ga heel eerlijk zijn over mijn gevoel inderdaad. Wat er aan de hand is en wat ik eng vind. En dan bouw je dus ook een... In dit geval met, we hebben het nu even over de vrouwen. Met mensen dichtbij. En dan doe ik een hele andere band op die aan het herstellen is. Ja. En dat is een hele nieuwe intimiteit. Weet je? En dat je dat ook dat soort dingen kan delen. En ik weet nog wel... Kijk, ik heb twee verhalen vertellen. De eerste keer, mijn huidige vrouw heb ik in rehab leren kennen. Waar jij ook zat 12 jaar geleden. Ik zeg altijd, wie heeft er niet met reden in het liedje gezeten? Hij niet. Ja, hij niet, nee. Dat is ook de enige. Voor de rest, iedereen geloof ik. Er is hoop, mensen. Jawel. Er is hoop. Dus ook zo, ik dus ook met reden. In Zuid-Afrika 12 jaar geleden zaten wij. Om de hoek bij mij. Ja, bizar. En toen, ik leerde daar mijn huidige vrouw kennen. En dat is ook wel echt een liefde gebleken. Want ik ben nu 12,5 jaar later nog steeds met haar. Maar toen weet ik wel dat ik was voor het eerst clean. En zij vond mij leuk. En toen vond ik elke aanraking bijzonder. Ik kon voelen als zij de kamer binnenliep. En toen was het wel heel fijn om intiem te zijn. Maar dat was natuurlijk ook gewoon mijn nieuwe drugs. Ja. Zij was natuurlijk ook van... Ik hoefde daardoor niet met mezelf bezig te zijn. Ik was met haar bezig. Ja. Maar, en zij met jou. Hoor. En zij met mij. Ja, gelukkig wel. Godzijdank. Ja, dat is strafbaar, hè? Ja. Maar dus 12 jaar later. Nee. Ik ben 5 jaar clean. Dus 12 min 5. 7 jaar later.
dat ik opnieuw clean word na een lange terugval. Met dezelfde vrouw. En toen weet ik nog wel dat na een tijdje clean, ik weet niet of het na een maand of twee maanden was. En ik hoor haar zingen in de douche. Weet je, de sfeer werd weer thuis lekker. Het was opgeruimd. Ja. Langzaam kwam weer het vertrouwen terug. Er waren goede gesprekken. En ik hoor haar zingen in de douche. En ik werd helemaal warm van binnen. En zo komt die kamer binnenlopen. En ze was vrolijk zin erin. En nou ja, toen hebben we enorm de liefde bedreven. En toen, fuck, het herstelt. We herstellen echt. Ja, uiteindelijk herstelt het. Maar dat heeft, voor mij heeft het lang geduurd. Ja. Voor jou? Het blijft wel een issue, maar godzijdank wel. Nou, ik weet niet of het 1 of 2 maanden was, dat gelukkig wel weer terugkwam. Maar het blijft wel een gevoelig ding, ja. Ik ben gewoon een beschadigd mens. Heb jij dat ook, het gevoel? Ik heb heel lang niet bij aangeslapen. Kijk, in mijn gebruikers. Dus je hebt het probleem ook niet? Nee. Maar op een gegeven moment, weet je wel, dan was ik gestopt. Maar dat duurde heel lang voordat ik intiem kon zijn met haar en haar vasthouden. Omdat ik werd heel emotioneel. Omdat ik dacht van, ik ben nu nuchter. En zij was er altijd, weet je. Zij was altijd al nuchter op mij aan het wachten. Terwijl ik, als we seks hadden, was ik onder invloed. Weet je wel, was ik niet onder invloed. Dan dacht ik, oh fuck man, ik ben nuchter, wacht heel even. Dan ging ik even snel naar de wc en dan kwam ik weer terug. En dan was ik, yeah, Mr. Lover Lover. Snap je? Maar zonder die drugs en die emotionele dingen zag ik weer wat ik haar had aangedaan. En zij wilde gewoon intiem zijn. En dan, heel emotioneel was dat, weet je wel. En dan zei ik, ja, weet je, ik heb heel lang tijdens mijn gebruik heb ik ook apart geslapen. Ja. Omdat ik haar dat gewoon, ik kon het niet. Ik kon haar het niet aandoen. Dus ik was altijd bezig van, ik moet aan het werk en het is goed zo. Ja. En het sloop er. Laat huis, ga jij maar slapen. Ik ga maar het sloop er zo in, weet je wel. En op een gegeven moment ben je gewoon 3-4 jaar verder, man. Maar je snap je, 3-4 jaar? Ja, man. Je wordt uit elkaar gedreven. En ja, zij kan het 100 keer zeggen. En ik zeg, ja, ik kom zo. Ja. Ja, op een gegeven moment word je er ook moe van. En denk je, oké, weet je. En voor haar was het meer, Wat een onderwerp is dit, zeg. Ja, ja, dat is wel, dit is er wel een onderwerp. Een beetje over een stoere cowboy verhaal ging. Ja, we gaan gewoon de details. Ja, we gaan keep it real. Weet je, maar jouw eerste kliniek was in Zuid-Afrika. Ja. En ben je uit je, dat vind ik het nieuwsgierig, daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ben je uit jezelf? Of waar zei je omgeving? Hey, luister, dit kan niet meer. Mijn omgeving. Ja, ik heb dus, wat ik je net vertelde, een jaar voor, ik denk anderhalf jaar voordat ik de kliniek ging, waar had ik dan die ervaring in het ziekenhuis dat ik op de hartbewaking heb liggen gebruiken. En toen ben ik 2 maanden later begon ik weer te gebruiken. En toen begon echt wel langzaam, echt alles al. En langzaam vrij snel begon echt alles in te storten. Alles wat ik aanraakte veranderde in stront. Feest liep niet meer, dit liep niet meer. Alles was de oplossing, was meer kook. De periodes tussen mijn bintjes werden steeds korter. Weet je, dus ik leek op een gegeven moment was ik echt een slang. Ik at en sliep 2 keer per week. Weet je dat? Kijk, de kijkers even uitleggen wat een binge is. Een binge is een. Ik ben een gebruiker die de luisteraars niet. Een binge is een. Als ik gebruik, dan ga ik een week of 5 dagen of 3 dagen of 2 keer 3 dagen een korte periode gebruiken. Heel veel. Zoveel mogelijk. Weet je, de dodelijke hoeveelheden gebruik ik van alles. Binge ik helemaal door. Ja. En daarna ben ik helemaal kapot en leeg. Maar dan kon ik ook wel eens een paar weken geen kook gebruiken. Okay. Dus, en je hebt een andere gebruikers en mensen die elke dag een grammetje halen of elke dag een halve gram of whatever. En nee, ik haal er 10, 20 en die jas ik er 1 in een week en dan was ik daarna er wel weer even klaar mee. Ja. Maar die periodes van even klaar mee werden dan steeds korter. En begon ook in het begin altijd euforisch gebruiken. Ik gebruikte om een goed succesvol feest. Ik hoefde nog niet eens een succes te hebben gehad. Ik hoefde hem alleen maar te proeven. Weet je, en dan kon ik lekker gebruiken. Maar ik was niet zozeer op van heb ik een slecht gevoel, daar wil ik op gebruiken. En op het laatst werd dat wel. Dus mijn periodes en ik weet mijn toenmalige vrouw. Die heeft me al mijn leven gered. En mijn moeder en mijn broers, die maakten zich enorm zorgen om mij. En ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment naar me toe kwam. En die zei van, ja, maar Ilja, als dit zo doorgaat, dan vindt je vrouw of ik, die vinden je een keer dood. Ja. En het enige wat ik kon uitbrengen, is van een keer nagaan wat de machteloosheid is. Dat je dat tegen je moeder zegt. Ik kon niet stoppen. Ja. Dus ik zei van, nou, als ik dan maar geen pijn heb gehad, ik heb een mooi leven gehad. Zeg je dat op je 38, natuurlijk hou ik niet dood. Maar ik wist gewoon geen oplossing. Ja, ik denk dat het ook een soort van hoop is. Ja, ik weet een hulpeloosheid. Je weet het niet. Wat moet je dan anders verder zeggen? Ik weet dat ik niet meer moet gebruiken. Maar het lukt mij niet langer om dan een maand of 2 clean te blijven. Dan moet ik wel in het ziekenhuis hebben gelegen. Anders lukt het me nog geen week. Ja. Ja, je bent op een gegeven moment. Ik was ook. Ik dacht echt zo van, ze zijn beter af zonder mij of zo.
Weet je, want nee, dat was mijn ego te groot voor. Nee, maar ik had het op een gegeven moment echt waar, vooral toen ik aan die pijp zat. En, ja, dat is, en, ja, dan gaat het en, met, ja. Met een ultima armbakken. Die denk, ja, luister nou, het is toch alleen maar alleen. Ja, en dat is wel de progressiviteit van dat ik echt niet meer wist wie ik was gewoon. Weet je, het is toch wel, als ik daar toch aan terugdenk, ook met die topics van net. Psychoses. Ja. Totaal, weet je, weten als je stopt, dat je opeens weer gaat voelen. En geweten. Ja. En dat ego, hè, dat ego waar je het net over hebt. Dat ego maar tegen je zegt, man, het is helemaal goed. Komt helemaal goed met jou. Ja, compenseren zelfs. Ja. Voor de fok op die ik ben. Aan de andere kant gaat mijn ego dat nog eens compenseren ook. Ja, een soort van bravoure met je, weet je, borst naar voren. Niet laten zien dat je zwak bent. Maar daarachter zit eigenlijk... Ja, bij mij zit er alleen maar onzekerheid, gebakken lucht en een hele lage eigenwaarde. Ik zeg altijd, hoe meer je met je appeltjes onder je armen rond gaat lopen, hoe groter je ego, hoe groter je lage eigenwaarde. Want die eigenwaarde, die was er blijkbaar. Dat denk ik, als ik terugga naar het verhaal wat ik net zeg, dat ik zo'n discotheek binnenliep en dat een hele intimiderende omgeving heb. Ja. En niet op een meisje durf af te stappen en niet durf te gaan dansen. Nou, daar is hij al. Weet je. En uiteindelijk is dat door de drugs gaat het weg. Gaat het elke ego, elke keer als ik het weer even niet gebruik, is het natuurlijk nog steeds groot. Ben ik een fok op. Ik vond ook, daarom is het ook voor mij, het clean worden, clean blijven zonder een programma. Ik volg een dagelijks programma. Ik weet dat jullie toevallig hetzelfde programma doen. Misschien dat iedereen een iets andere invulling aan geeft, maar het programma, want anders is het leven gewoon niet te doen voor mij. Ik heb gewoon een dagelijks programma nodig om clean te blijven, maar ook om gelukkig te worden. Weet je? Want om alleen maar clean te zijn en niet gelukkig, ja, dan kun je net zo goed gaan gebruiken. Ja. Je gaat ook gewoon gebruiken als je niet gelukkig bent. Ja, als er clean zijn en herstel zijn, totaal twee verschillende dingen. Ja. Ik weet ook altijd bij mensen die alleen maar naar meetings gaan, maar geen stappen schrijven. En ik denk, oh mijn god, wat zielig zeg. Jezus, wat een maar die zie je ook niet lekker in een vel zitten. Nee, ik heb dat zelf wel eens gedaan, een periode. Ik ook. Alleen maar, ik denk 20 jaar in het programma. Maar het is verschrikkelijk. Ja. Je ziet mensen om je heen echt blij zijn. En ze praten over de vogeltjes die ze weer horen fluiten. En het enige wat ik denk van, alsjeblieft, maar nou ben je weg. Ja, een beetje op de klokje kijken hoe lang de meeting nog duurt. Ik ging naar de meeting van anderhalf uur. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat trok ik niet. Want je zag gewoon, herstel is echt herstellen. Anders ben je alleen maar clean en nog steeds het debiele gedrag hebben. Toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika, dan zit je dan. Ik was 40 jaar en dan zit je dan op de puinhoop van je eigen leven. En de wind blaast dwars door mij heen. En ik had schaamte, ik had schuld. Ik weet nog wel dat ik was net zo rond die tijd. Ik was net clean aan het worden. En er was Duncan Stutterheim van IDT. Die verkocht met die jongens hun bedrijf voor, ik geloof, 150 miljoen. Oh ja. En ik die samen met hun, weet je wel, de pionier was begonnen ben. De hele tijd lekker gelijk opliep. Goed mijn centen verdienen. Wist niet hoe ik het eind van de maand mijn huur ging betalen. Ja. En dan ga je toch een beetje kijken. En overal waar je op straat was, dacht iedereen en ik tegen vierde jongen van Multigroep was. Weet je, dus die reputatie. En ik schaamde me. Ik was bang. Ik was angstig. Ik had geldproblemen. En ik weet geen andere oplossing dan quick fixes. Dus ik ging allerlei gekke dingen doen. Ik had wat kantoorpand waar mijn kantoortje zat. En een opslag en alles. En ik had schulden. En ik kwam uit die kliniek. En ik denk, weet je, ik ga ze volzetten met wiet. Want ik moet heel snel mijn probleem oplossen. Ja. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. Aan de ene kant, met een lijpe oplossing hebben wij ook. Kun je nagaan. Dan zit je in de kliniek. Ik kan geen drugs gebruiken. Ik mag niet meer, weet je. Maar ik kan het al van een ander verbouwen. En ik zweer je, dit heb verzonnen. Ik had gezegd, nou, dan ga ik dat een jaartje doen. Heb ik mijn schulden betaald. En dan ga ik van de winst een verslavingskliniek beginnen. Ik zweer dat ik dat verzonnen heb. Hey. Drugs verbouwen om een verslavingskliniek te beginnen. Drugs verbouwen om een verslavingskliniek. Ik ben ook in het programma ingestapt. Echt waar. Dus zo van, weet je, ik ga clean worden. Want dan kan ik nog beter dealen. Ja. Dan kom ik mijn afspraken na. Oh ja. Ja. Ik kan nog meer geld verdienen. Ja. Ik kon het raak niet tegen. Ik had er zoiets. Die stap 2, kijk, die stap 1 die kon ik heel makkelijk maken. Weet je? Ik wist wel dat ik machteloos was tegenover de drugs. En ik wist ook wel dat mijn leven een puinhoopje was geworden op dat moment. Weet je? Alles hing aan het laatste zijde draadje. En ik weet, dondersgoed wist ik toen wel, ik kan gewoon geen drugs gebruiken. Als ik ga drinken, ga ik snuiven. Als ik ga snuiven, dan ben ik gezien. Dan ben ik 3 dagen wakker. En dan moeten we maar hopen dat geen ambulance komt. Maar die stap 2, we kwamen ertoe te geloven dat een magroter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken. Daar ging het bij mij al mis. Ja. Want sowieso, mag mij weer geestelijk gezond maken, dat betekent dus dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Ja. Ik ben toch die jongen van Multigroep met het huis in de Jordaan en zijn bootje voor de deur. En weet ik, ik dacht, jullie moeten helemaal een beetje normaal doen. Maar als ik gewoon blijf doen wat ik altijd gedaan heb, zonder te gebruiken, kan ik het rijk worden niet tegengaan. Ja. Nou, dat ging, zat toch even iets anders in elkaar.
Ja. Ja, en als ik heel eerlijk ben, en natuurlijk. En later dus ook in mijn tweede rondje las ik die stap 2 nog een keer. We kwamen er toe te geloven dat het mag groter dan onszelf, ons weer geestelijk gezond kan maken. En toen las ik hem anders. Toen zeg ik, er is hoop. Dat staat er. Ja. En die macht groter dan mijzelf. Als er nou zo'n donkere kracht is. En die mij absoluut. Ik ben niet bij machten. Ik heb gewoon een gebrek aan kracht. Een gebrek aan macht om te stoppen. Ik kan. En ik heb echt een wilskracht. Ga mij snuiven. Ik kan niet stoppen. Ik ga ik ga die criminaliteit in. Er gaan hele donkere dingen gebeuren. Waarom staan er dan niet? Er moet aan de andere kant een oplossing zijn die een kracht zijn die liefdevol is en sterker is dan ik. Anders, I'm fucked. Zijn we de zaak, ja. Ja. Dus ik hoop dat het waar is dat er een macht groter dan mezelf is die mij weer geestelijk gezond kan maken. Want zelf kan ik het niet. We hebben het goed geprobeerd. Ja, we hebben niet snel opgegeven. Nee, ze kunnen me niet betichten van halen mijn dijkjes. Nee. Ja. Nee. Maar uiteindelijk ben je nu 5 jaar clean in herstel. Ja. Dus bedankt. Die macht is er. Ja. En hoe uit die zich voor jou? Geloof je in een God of in een Boeddha of in een Allah of in een... Ja, wat is jouw hogere macht? Mooi dat je dat vraagt. Ik ben best wel van mijn vaders kant waren we heel atheïstisch. Die zaten altijd, Iedereen is welkom, kom binnen, maar Jezus blijft in de gang. Ja. Weet je, die had altijd een stelletje, die was ook zelf door nonnen opgevoed. En die heeft niet zulke hele leuke herinneringen aan de stokslagen. Dus die was falikant tegen. Mijn moeder was wel wat meer open van geest. En ik heb niet iets tegen spiritualiteit. Ik blijf het nog even. Iemand vertelde mij een keer. Bidden is een instinct. Daar ben ik over na gaan denken. Ik ben dus atheïstisch opgegroeid. Ik heb nooit geleerd te bidden. We gingen niet naar de kerk. Ja. En ik weet dat mijn opa overleed. Dat zal ik geweest zijn ergens tussen 6, 7, 8. En ik weet dat ik gebeden heb voor hem. Uit mezelf ben ik gaan knielen. En heb ik voor mijn opa gebeden. En ik weet ook nog toen de politie mijn deur stond in te trappen. Ik drugs nog achter die plint lag. Ja. En ik zat in het celletje. Dat ik ook zat te bidden dat ze het niet gevonden had. En ik weet ook nog wel dat ik gebeden heb dat mijn vrouw bij me weg was. Op het vliegveld stond en bij me weg was. Ja. Toen kon ik ook in één keer bidden als ze er niet achter komt. Ik dacht, God, ik ga nooit meer vreemd. Maar laat ze niet terugkomen. Dan kon ik ineens bidden. Mooi man. Ja. Mooi dat je zegt dat het een instinct is. Ik denk, daar zit wel wat in, zeg. Ineens kan ik het wel. Hypocriet ik ben. ik ben op een gegeven moment in de kliniek. Zeiden ze van, je moet een hogere macht kiezen. En ik heb op mijn 15e ben ik weggelopen naar de internaat. En toen heb ik een herdershondje leren kennen, Sonny. Die was denk ik 2 jaar oud. En die heeft 15 jaar aan mijn zijde gelopen. En die was dus inmiddels overleden toen ik clean werd. En mijn allerbeste gabber, die in het begin van Mildegroef bij betrokken was, die heet Ellen, een jongen uit Zuid-Afrika, die is vermoord. Dus dat waren twee hele dierbare. Zo. Die heb ik ook tot mijn hogere macht. Ik denk, nou weet je wat, dan kan ik in ieder geval tot mijn eigen. Dan kan ik gewoon zeggen, hey, gabber, help me even. Ik zit in de plaats van dat ik dan zei die in de heren zei. Ook in mijn eigen taal, dit was tastbaar voor mij. Weet je wel. Ik weet wel, ik was ook in Zuid-Afrika in de kliniek. Die gozer is in Zuid-Afrika vermoord, kwam daar vandaan. Was mijn beste gabber. En ik weet wel dat ik in de tuin zat. Ik had mijn levensverhaal, moest ik schrijven. En deed ik natuurlijk last minute. De dag voordat ik hem moest gaan voorlezen in de groep. Ja. Was ik met snijgen schrijven s'nachts. En toen schreef ik over hun dood. En ik kwam bij Ellen aan bij dat stukje. En ik baasde in huil uit. En ik ben in die tuin gezeten. En ik zie één zo'n ster heel helder strijden. En ik was aan het huilen. Ik was kwetsbaar. Ik was open. Ik was verdrietig, maar ook hoopvol tegelijk. Toen voelde ik een soort warme deken over me heen komen. En ik zie die sterren. Toen dacht ik, ja, weet je, dat is gewoon makkelijk. Ellen en Sonny zijn mijn hogere macht. Ja. Later is mijn vader overleden. En een kat. En Ramstein, mijn andere hond. En dus mijn hogere macht is eigenlijk steeds sterker geworden. Want al die dierbaren die op een gegeven moment een keer heen gaan. Ja. Die kan niet. Dat is mijn hogere macht. Ik vertel ook wel altijd tegen sponsies of zo. Die ermee struggelen. Dus dan begin maar eens met mediteren. Ja. Weet je wel. Begin maar eens met gewoon. Dan ken je ook. Ik ken ook iemand die absoluut. Het lukt hem niet om een hogere macht. Die gozer is 12 jaar clean. En doet echt gewoon. Maar die mediteert heel erg. Stap 11, weet je, ik kan het nooit laten. Als ik zeg maar zo'n boek ga lezen, moet ik altijd even achterin kijken waar het over gaat of hoe het eindigt. Ja. Dus toen we begonnen met stap 1 en kwamen we ben machteloos over mijn drugsgebruik en mijn leven is onhanteerbaar. Wat is dan de oplossing? Nou, stap 11 en 12 is de oplossing. Ja. Bewust contact met een macht groter dan mezelf en een andere verslaafd helpen. Ik weet dat ik altijd tegen mijn sponsor zeg, weet je, als ze niet willen geloven of niet willen, je kan niet iemand dwingen om iets te geloven. Iedereen mag het voor zichzelf ook
Ja, ontdekken. Ja. Weet je, wat werkt voor jou? Ja. Hele mooie reis. Ik zeg altijd van, probeer het 2 weken en doe het daarna 2 weken niet. Ja, ja. En in die 2 weken dat je niet doet, ga je wat missen. Ja, ja, nou ja, precies, precies. Dus, eigenlijk is het ook, weet je, het gaat, ik ga God niet vinden. Het is een mindset. Als ik God niet wil, dan jongens, hij bestaat niet. Nou, is hij onder de tafel, zit ik bij jou, dan zie je wel nergens. En als je hem wil zien, ja, dan zie je natuurlijk overal. Ja. Dan denk ik, ja, hij gaat toeval zijn. En God, veel mooie dingen gebeuren. In die ster die jij noemde, toen je daar aan het schrijven was. Je ziet ineens een ster. Weet je, dat soort momenten heb ik ook gehad. Dat ik in mijn hoofd met hem bezig ben en dan gebeurt er iets. En dat is voor mij dan het teken of het antwoord, weet je wel. Vroeger zei ik, was ik in die bed door. Zeg dan wat. Doe dan iets, weet je wel. Dat ik weet dat je er bent. Zet hem even in de wanhoop. Gewoon die wanhoop, weet je wel. Dat je denkt, maar waarom laat je mij dit doen? Terwijl, ik doe dit, snap je? En hij heeft al heel veel tekenen gegeven. Hè? Dat is die man die op zee vaart en er komt een boot aan. Kom, dit is een gevaarlijke sessie. Nee, God redt mij. En er komt een helikopter aan en die ladder. Hij zegt, kom, dit is gevaarlijk. Nee, God redt mij. Uiteindelijk verdrinkt hij gewoon op die woeste zee. Ja. En dan komt hij in die hemel en hij zegt, wat was er met jou aan de hand? Zegt God. Hij zegt, ja, ik zat te wachten. Hij zegt, je zat te wachten? Hij zegt, ik heb je een boot gestuurd. Verdomme, ik heb je een helikopter gestuurd. Hij zegt, wat, dat ik mijn hand uitstek en je op. Ja, precies. Snap je? En het was bij mij ook altijd, weet je wel. Ik had altijd bewijs nodig. En nu denk ik van, hogere macht, ik heb geen bewijs nodig, man. Ja, kijk, ik hoef ook die vragen niet te stellen. Het is... Ik had ook zoiets van, waar was mijn hogere macht in al die jaren? Ja. Nou, die heeft zijn handen vol gehad om haar leven te behouden. Ja. En op het moment dat je... Kijk, als je de deur... Het gaat om de zoektocht. En het is een spiritueel iets, hè? Het programma waar wij in zitten is geen religieus programma. Nee. Voor de duidelijkheid. Het is een spiritueel programma. Ja. En het gaat om verbinding. Verbinding met jezelf, verbinden met anderen. Maar ook verbinding met iets groter dan jezelf. Ja. Zodat je niet meer dat geïsoleerde fragment blijft voelen. Die ik ook voelde voordat ik drugs ben gaan gebruiken. Voelde ik me altijd anders dan anderen. Ja. Had jij dat ook? Ja. Jij? Ja. Dat hij wat, sorry? Ik voelde me altijd anders dan anderen voordat ik drugs ben gaan gebruiken. Ja, absoluut. Ja. En toen bleek ik helemaal niet zo bijzonder te zijn. Nee. En dan kwam ik wel achter in de kliniek. Hoe was jouw reis in de kliniek? Hoe vond je dat? Ja, ik vond het fantastisch. Ja, we hebben fantastische tijd gehad daar. Ik vond het helemaal te gek. Zuid-Afrika, weg van alle ellende, even geen telefoon, even geen... iedereen, mijn moeder en alle ellende bij me weg, weet je wel. Ik wist niet of er een belastingrekening was, ik wist niet of de hond was weggelopen. Nee, ik zat daar en mocht eventjes... Ja, en om daar dan zo kans te krijgen om... Had je het verwacht? Te werken. Hè? Had je het verwacht dat het zo zou zijn in een kliniek? Nee, ik ging helemaal blanco naartoe. Ik wist helemaal niks, ik had totaal geen... Wat kan je de kijkers en de luisteraars meegeven die twijfelen om naar de kliniek te gaan? Nou ja, ik zou sowieso... In Nederland is het verdomme... We waren gezegende mensen. Het wordt hier als ziekte erkend. Je kan het door de verzekering betaald krijgen. Kun je naar een kliniek toe. En dan gaan er dan professionele mensen... die hiervoor hebben geleerd. Vaak zelf ervaringsdeskundigen zijn. Dus precies weten wat je mee hebt gemaakt. Die gaan jou vertellen en helpen... om hoe je clean met het leven kan gaan. Hoe je problemen kan oplossen. En hoe je... Ja, pak die kans met 2 handen aan. Mijn vrouw is half Engels, half Monegask. En zij... Zij is in dezelfde kliniek geweest als ik. En zij moest 20.000 pond uit haar eigen zak betalen. Zo. En ik kreeg het van de verzekering. Zij was wel ietsje meer gefocust in de les. Jongens, haaf je zegt wat. Je moet 20.000 euro betalen. Je liep wat minder de kantjes eraf, zeg maar. Ja. Maar je pakt die kans natuurlijk gewoon met 2 kanten. Met 2 handen aan. Maar durf om hulp te vragen. Ik ga altijd alles eerst zelf oplossen. Ja. Nou, dat moet ik zelf doen. Die ga ik niet. En voordat ik eigenlijk een keer de hulp ervaar. Want dat is denk ik ook stap 2. Is dat de hulp... De hulp gaat niet komen zoals ik hem wil. Ja. Ik weet wel, de eerste keer dat ik in de kliniek zat, ging ik de counselors vertellen hoe ze mij moesten behandelen. Ja, maar dit werkt niet voor mij, hoe je begint. Ja. Nee, je kent mij niet, zo zit ik helemaal niet in elkaar. Nee, misschien, maar het werkt voor hem, maar niet voor mij. Ja, ik ben heel bijzonder, ik ben heel anders dan de rest. Ja, ik vond het een... Maar nogmaals, ik kwam dan terug... In Nederland. En ik was wel heel eigenwijs. Ik had nog niet. Ik weet nog wat dat ze zeiden tegen me in de kliniek. Ik zat met een mannetje 15. En zeiden ze: 1 of 2 van jullie, gaan hem in 1 keer pakken. Die snappen dit. Die leggen de link. En die gaan vanaf nu het programma doen. En die blijven clean. Die zul je over 10 jaar tegenkomen. Zijn ze nog steeds clean. Een stuk of 5, 6. Die gaan in en uit. En vallen nog een keer terug. En uiteindelijk pakken ze hem ook. Ja. 3 of 4 horen we nooit meer wat van. Zijn die weten wat er mee gebeurt. En 2 van jullie gaan dood. Zo keihard werd het gezegd. Oh, ja. Het is precies uitgekomen. Ja, maar dit is, Christian, dit, bij ons hier bij ons in de kliniek. We hebben echt heel veel mensen verloren, hoor. Dat zeg ik ook altijd in mijn lezing in de kliniek. Ik zeg, kijk links van je, kijk rechts van je. 1/3 is over 5 jaar van jullie dood.
Ja. En het is gewoon, als je in een kliniek komt, is het gewoon heel erg. Je komt niet zomaar in een kliniek. Je komt niet in een kliniek omdat je zweetsokken hebt. Je komt in een kliniek omdat je er echt een puin op van hebt gemaakt, dat je niet meer kan stoppen. Dus het is echt een zaak van leven en dood. En als je niet aan je herstel gaat werken, gaat je gewoon hartstikke dood. Het is gewoon hartstikke en dood. En het is gewoon Russische roulette. Ik heb echt meegemaakt, in Schotland was er een groep, dat is nu 10 jaar geleden, was een groep van 20 man, zijn er nog 3 van in leven. 17. 20 man? 20 zijn er nog 17 overleden. Jezus. En ik is dat allemaal met terugval te maken en terugval, te veel gebruiken? Terugval of gewoon, het is ook heel erg om gewoon te gaan, om clean te worden en niet te herstellen. Dus dat je clean wordt, maar gewoon de hele dag zo rondloopt. Oh, ik mag niet gebruiken, ik mag niet gebruiken. Dat is geen vrijheid, dat is niet waarvoor wij het doen. Geen herstel. Dat is geen herstel. Of ze worden knettergek en worden depressief, omdat ze niet meer gebruiken en niks aan hun herstel doen. En ze hangen zichzelf op. Of ze vallen terug. Ja. En je lichaam die herstelt heel erg snel. Maar mijn geest is nog zo maf als een hoepel als het om drugs gaat. Als ik nu zou gaan gebruiken, godzijdank heb ik de keuze gemaakt om het vandaag weer niet te doen. Want ik doe het per dag. Ja. Maar mijn hoofd die gaat gewoon door waar ik gebleven ben. Of nog erger. Ik zal niet weer helemaal overnieuw beginnen met een half pilletje. Of Datje. Gewoon weer de hoeveelheid die... Het is een progressieve ziekte. Dus het moment nu wij gestopt zijn, is onze ziekte push-ups aan het doen in de achtertuin. Ja. Die is nu op dit moment is die ziekte sterker aan het worden terwijl we... gestopt zijn. Ja. Laat het even bezinken. Dat zeiden ze dus ook, wat jij zegt, zeiden ze ook in de kliniek. Sowieso hoorde ik daar van, ik ben ziek. En dat kwam eigenlijk in het begin, dat kwam ook wel goed uit. Want anders zou ik dus een morele klootzak zijn. Want ik ben die jongen die met drank op en 24 uur wakker zijn dochter in de auto zet om weer drank of drugs te gaan halen. Of ik laat er alleen thuis in ga drank en drugs halen. Maar dat zijn de twee opties die je hebt. Geen drugs, maar halen is geen optie. Nee. Dus, en ik ben ook degene die zaterdag viert zijn moeders 65e verjaardag. Maar ik ga vrijdag even wat uit eten met vrienden. En ik drink in gebruik wat. En ik ben natuurlijk die hele verjaardag niet opkomen dagen. Omdat ik nog steeds... Dus zou ik dan zo'n morele klootzak zijn? Ik heb hartstikke veel liefde. Ik hou mijn dochter is me alles. Mijn moeder is me... Hou ik van... Ja. Godzijdank, maar ik ben ziek. Weet je, dus ik heb geen morele tekortkoming. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik dan ook wel verantwoordelijk ben voor mijn herstel. Voor wat je eraan gaat doen, ja. Ja, het is heel vervelend dat iemand kanker heeft. Maar als hij dan zijn chemo niet wil gaan halen, dan wordt het wel vervelend natuurlijk. Weet je, je moet er wel wat aan doen. En exact zeiden ze dat tegen mij ook in de kliniek. Dat die onderhuids, die allergie, alleen maar erg is geworden. En ik ben na een kleine 2 jaar ben ik teruggevallen. En ik weet nog... ik pakte mijn herstel niet goed, wat ik net al zei. Weet je. Ik ging af en toe ook wel eens naar een meeting, vooral als ik me slecht voelde. En ik schreef zelfs al, ik heb 2 of 3 stappen geschreven. Maar het mocht allemaal, het was niet het programma doen. En ik weet nog wat ik zei, van, nou weet je wat, dan neem ik ecstasy. Dan is het niet mijn drugs of choice. Doe eens gek, dan neem ik er 2, dan neem ik er 3, maar meer. Dan gaan we niet. En maandag gaan we gewoon weer naar een meeting. En doen we net alsof er niks aan de hand is. Ja. Nou, dat klopt. Ik ben ook een maandag naar de meeting gegaan, maar wel 4 jaar later. Ja, 4 jaar later, ik weet nog wel dat ik ging langs alle barren drank halen. Ik ben naar Amsterdam gereden. Ik ben naar de Coke Deal gegaan. 6 weken later met de crisisdienst in huis. En heb ik weer opnieuw een rondje in de gevangenis gezeten. Ik heb 4 jaar over gedaan om weer echt die vertaalslag te kunnen maken. En dan werd ik wel eens 3 maanden clean. Ik ben zelfs een keer 8 maanden nog een keer tussendoor clean geweest. Op wilskracht. Maar voordat ik echt weer echt. Daarom is denk ik het hele programma ook gebaseerd op niet die eerste oppakken. Ja. Het is ook zoiets. Ik ben zo... Ik heb altijd gedaan. Nee, ik moet niet bijhalen. Nee, maar ik moet niet die gele coke hebben. Ja, je moet niet de 16 of de 17 halen. Ik moet niet. Ja. Is er nooit in me opkomen dat het in de eerste zit? Ik moet gewoon de eerste niet oppakken. Dan is er niks aan de hand. Het is zo simpel, hè? Ja. Die eerste niet pakken. Dat is hem. Maar je lichaam die herstelt dus heel erg snel. Want daar was ik gebleven. Je lichaam herstelt heel erg snel, maar je geest niet. Ja. Je geest die is nog gewoon zo knettermaf. Dus wat gebeurt er? Mensen die een tijd niet gebruikt hebben, die kunnen niet meer dezelfde hoeveelheden aan die ze daarvoor namen. Dus wat gebeurt er? Ze vallen terug en ze knallen er in 1 keer 5 of 10 gram in de avond. Ja. En hun hart stopt ermee of wat dan ook. Dus of ze stappen in de auto rijden. De inhaalslag. Want vooral als je in herstel bent geweest, zal je gebruik nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Want je bent fuck zo... It will fuck up your using. Het moment dat je eenmaal weet wat jouw probleem is. En als je de waarheid hoort, herken je hem. Dus ik herkende echt wel de waarheid toen ik eenmaal wist van wauw, ik ben echt machteloos. Dit is mijn probleem. Ja. Als ik hier niet wat aan ga doen, dan heb ik echt een probleem. En dan viel ik terug en dan had ik die boeken en dan was ik aan het gebruiken vanaf die boeken.
Ja. En dan was ik gewoon echt, ik was gewoon 10 keer zo hard aan het gebruiken. Waarom? Omdat ik die bewustzijn die ik had over mezelf en over het probleem, moest ik ook weer verdoven. Dus dan ging ik nog harder. Dus ja, weet je. Het hele mechanisme. Dat gaat gewoon 10 keer zo hard. En doordat je 10 keer zo hard gaat, gebeuren er heel veel ongelukken. Nou, of je rijdt jezelf tegen een boom, of je hangt jezelf op omdat het te veel is, of je wordt depressief, of wat dan ook. Maar het is een dodelijke ziekte. Verslaving is een dodelijke ziekte. Ik heb net voordat ik hier naar binnen liep bij jullie, had ik nog even mijn sponsor aan de telefoon. Ik even delen nog dat ik hier aan gaf, de spanning eraf. En die deelde mij dat er een fellow van ons vandaag is overleden aan onze ziekte. Nee, niet. Ja. Die deelde het net. Dus terwijl wij hier zitten te praten, dus vandaag ook een... Ik ken ook meer mensen met die gestorven zijn aan de fysieke verslaving. Inderdaad, of indirect een lam in de auto stappen, tegen bomen knallen, uit het leven stappen, hartstilstand. Daar ken ik, of weer ver weg in de gevangenis zitten. Daar ken ik er veel meer van dan mensen die aan kanker zijn overleden. Heel veel. Ja. En ik heb de laatste tijd ook heel veel vaak horen zijn jongeren die hun ouders zoveel pijn hebben gedaan. Die zichzelf wat aandoen. Dat zie ik van de laatste jaren. Zie ik dat die spijt, schuld en schaamte. Gewoon niet weten wat hun probleem is. Dat ze niet weten wat ze ziekte hebben. En elke keer beloven van ik ga het niet doen. Ja. En het toch weer doen. En hun ouders en kinderen tot wanhoop brengen. En dat op een gegeven moment denken van nee, ik kan dit gewoon niet. En zichzelf wat aandoen. Doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren is zelfmoord. Zou dat iets met drugs te maken kunnen hebben? Ja, er is al veel meer. Voor iedereen die luistert en kijkt met deze gedachten rondloopt. Er is een nummer, 113, wat je kunt bellen. En man, het is heftig. En weet dat er gewoon hulp is. Absoluut. Weet je bent niet alleen. Laten we het zo zeggen. Alleen. Je bent niet alleen. Praat erover. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Dat je erover praat. En sowieso, heb je een probleem? Ik heb jarenlang mee gelopen. Waarom ik ermee heb gelopen was... Ik durfde het aan niemand te vertellen, man. Ja. Maar de dag dat ik het vertelde, viel er al één iets van me af. Weet je wel? Okay, en dan begint het pas. Maar er valt zoveel van je af als je zegt... Luister, man, ik heb een probleem. Ja, ben je al huilt, over de helft. Dan ben je al over de helft. Weet je? En dan komt het nog. Ja. Maar dat niet over praten, dat opkroppen, dat kan je hart kosten. Dat is die stress, omdat je denkt van... Ik dacht van, ik ga nog liever gebruiken tot ik er niet meer ben... dan ik het moet vertellen. Door die schaamte en die schuld. Want ik dacht, verloze ben je, man. Je hebt het weer. Je hebt gisteravond beloofd dat je niks ging doen. Je hebt het gezworen op je kind, je vrouw. En moet je nou kijken, je hebt weer gehaald. Ja. Weet je? Wat ben je? Iedereen gijzelt, want je vrouw mag er ook niet vertellen. Nee, je kinderen mogen niet vertellen. Ja, maar ook, iedereen is ook bezig. Hè? Ja. Weet je, mijn moeder die sliep gewoon. Die heeft gewoon weet je, mijn broertje heeft dezelfde ziekte. Weet je, mijn moeder die kon gewoon niet meer normaal slapen. Nee, ik ben zo blij dat het nu goed met ons gaat. Ook met mijn broertje gaat het goed. En met mij, weet je. Stap 9 gedaan. Ja. Stap 9 is dan maak je het goed met mensen die schade hebben aangericht. Tenzij het hun of andere mensen zou schaden. En ik heb mijn moeder ter moeder natuurlijk een aantal dingen benoemd. Die ik wist die ik gedaan had. Ik heb je geldje, je portemonnee gejat. Ik heb je zo. Maar dan vraag ik ook aan haar. Van wat heeft het met haar gedaan? Weet je, wat heeft die ziekte met jou gedaan? Want ik had wel zoiets. Ja, ik verdiende mijn eigen geld. Dus ik hoefde niet te lenen of te stelen. Van. Ja. En toen zei ze. Die slapeloze nachten. Als jij dan op zaterdag een feest had, en wist ik dat je dinsdag, als je dan woensdag nog je telefoon niet op had genomen, en ik mijn broer naar je huis toe stuurde, en die zag geen teken van leven, die angst, het niet kunnen slapen, de politieinvallen die ik heb gehad, de keer dat ik jullie in de in de gevangenis heb moeten opzoeken. En ik ben zelf vader inmiddels, en ik denk, jeetje Christus, dat zal je even gebeuren, man. Ja. Dat zijn echt doodsangsten. Weet je, mensen vragen mij wel eens, Reda, weet je, het gaat zo goed met je, heb je ergens spijt van? Ik denk dat het allemaal zo heeft moeten lopen zoals het moet lopen, maar als ik het over had moeten kunnen doen, en dat is natuurlijk een illusie, dan als je kijkt naar het verdriet wat ik mijn moeder, de moeder van mijn kind, mijn dochter, mijn dierbaren, alle mensen om me heen heb pijn gedaan, had ik het zeker anders over gedaan. Ja. Ook al weet ik gewoon dat ik nu een goed leven heb en dat het allemaal oké is. Fantastische band met mijn dochter. Fantastische band met mijn moeder. Met de moeder van mijn kind heb ik een goede band. Weet je, en toch. Weet je, de wereld, ik ken hun natuurlijk ook heel goed. Ja, ik heb dat wel ook van jouw kant dichtbij meegemaakt. En ook van jouw
moeder van jouw oudste dochter. Toen ook wel de machteloosheid van jouw gebruik. En toen we in Zuid-Afrika waren, was zij er ook. Was zij er ook, ja, zijn ze, ja, naar Zuid-Afrika gekomen. Daar, ja, ben ik haar nog steeds dankbaar, ja, voor. Fantastisch. Weet je, ze, ja, is naar Zuid-Afrika gekomen met mijn kind. En mijn kind was toen 3 jaar. Zo. Ik weet het wel, maar laten we wel wezen, jongens. Die onze ervaring en ons herstel is goud waard. Weet je, ja, ik zeg altijd, het is een soort goudpoeder. Ja. Het is, je kan ook niet in ons land zeggen, ik leg het blokje even hier neer. Nee. Het kan wegwaaien. Ja. Je moet het echt koesteren. Ja. Weet je. Ja. Het is van het poedergoud. Het is zo waardevol. Ja. Onze ervaring helpt andere mensen. Waardoor een ander niet hoeft te sterven. Waardoor je, ja, die, absoluut. En waarom ik me... Kijk, ik deed ook op wilskracht toen ik Reda leerde kennen. En we praten erover. En dit soort ideeën zoals die podcast. Maar we willen ook langs scholen. Wat mij enorm raakte, wat hij zei van, ik wil ervoor zorgen dat moeders 's avonds weer rustig kunnen slapen. Toen dacht, ja, ik, ja man, ja. Ja. Mijn moeder slaapt nu rustig. Weet je, dat weet ik, weet je wel. Ze is blij. Maar er zijn nog zoveel moeders en we krijgen... Ja, via moeders social media. En kinderen en vaders. Hè. We zeggen, man, natuurlijk moeders, maar het is, ja, ja, gewoon, ja, we willen er gewoon voor zorgen dat dit... Broers, zussen, familieleden. Je, het stigma van verslaving, ja, moet er gewoon af. En, ja, en we moeten het bespreekbaar maken. Het is juist heel erg moedig en krachtig, ja, om over onze gevoelens en over onze onzekerheden te praten. Dat maakt ons juist mens. Ja. Ja. Ik brak juist toen een counselor zijn hand op mijn arm heeft gezegd. En die zei, Ray, daar ben jij niet sterk genoeg geweest je hele leven. En toen liet ik het zo lopen. Ja. Als je de waarheid hoort, herken je hem. Jammer. Weet je, ik mocht gewoon mezelf helemaal weet je, niet hulp vragen, maar ondertussen geen hulp vragen, maar steeds meer echt de put inzinken. Ja. Weet je, en nou, ja. Nou, ik vind ook weet je, dat sowieso is dat natuurlijk ook gewoon ons programma zegt, de 12e stap is wat ik zo vrijelijk heb gekregen, waar mensen hun vrije tijd mij zoveel hebben geholpen. Dat ga ik ook weer doorgeven. Ja. Anders stopt het bij mij en dan zou ik zelf ook terugvallen. Ja. Dus het is ook logisch dat we anderen helpen, maar zeker jullie ook in de Marokkaanse cultuur, waar natuurlijk nog een enorme stigma, waar het nog meer bespreekbaar is. Een taboe wat er nog steeds op rust. Gewoon in Nederland. Niet alleen wel bij ons, zeker bij ons, waar wij vandaan komen, onze cultuur, weet je, waar niet veel over de gevoelens wordt gesproken en weet je, dingen moet je gewoon binnen huis houden. Ik zie dat echt iets is wat een denkfout is. En waarom? Is omdat ik zie wat er nu gebeurt, dat wij het naar buiten aan het brengen zijn, dat juist mensen nu eindelijk gewoon kunnen praten en helpen gaan zoeken. Ja. Het is aan het veranderen. Ja, het is absoluut aan het veranderen. Wij hebben in onze scene, in de dance scene, is het normaal, daar is het ook, dus ook de verslaving, het taboe, en maar ook burn-out en depressies en eenzaamheid. Zelfs de lichtman, het is helemaal niet, niemand gaat er wat van zeggen als de lichtman daar met een flesje vodka en een pakje de licht staat te bedienen. En nee. DJ, die weet je, dat er niemand zal er wat van zeggen. Dus wij hebben nu met een aantal DJ's, mensen uit te zien, want het is natuurlijk een anoniem programma, gezegd van, weet je wat, niemand hoeft meer zo te sterven als Avicii. Ja. Niemand hoeft meer te sterven als een Erik Morillo. Ja. We hoeven niet te sterven aan onze ziekte, verslaving of aan die. En daar zijn we ook met een groep bij elkaar gekomen om ook mensen die in de evenementenbusiness zitten, in de showbusiness zitten, in de entertainment zitten. En of je nou die lichtman bent, of je bent die DJ, of je bent die, weet je wel, rijk uit, weet je. Ook zoek mij op mijn Facebookpagina, bel jullie, weet je. Ik zeg hulp. En wij doen dat dus voor mensen uit de dance scene of uit de industrie. Ja. En we gaan dan ook regelmatig op retraite. Ja. Even uitleggen wat retraite is. Ja, dat vind jij steeds zo mooi, hè? Dat is een mooi woord. Retraite. 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 Het is Frans, hè? Retraite. Ja, terugtrekken, hè? Ja. Terugtrekken, ja. Nou, jullie zouden een keer met me meegaan. Dus dat gaan we ook wel een keer met jou naar die stilte-retraite. Gewoon echt een week lang mijn bek houden. Dat is... kan jij niet. Nee, ja, daarom je praat zelf. Echt waar. Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Ja. Gewoon een week. Ik heb een keer in de kliniek een stilte-dag gehad. Okay. Wow. Gewoon één dag stil. Eén dag moest ik gewoon stil zijn. Ja. En dan mocht ik niks zeggen, 24 uur lang. Dat is echt de mooiste ervaringen. Nee, ik was alleen maar aan het gapen in die groep. Ik viel bijna in slaap. En waarom? Je zit in groepstherapie en je mag niks zeggen. En dan pas realiseer je eigenlijk van hoeveel je jezelf, je gevoelens eigenlijk kan onderdrukken door heel veel te praten.
Nou, dus op een gegeven moment hoorde ik alles. En dat is zo vermoeiend. Want je hoort daar wat, je hoort daar wat. Elke je hoort daar moet je een invloed en geven. Ik ging veel meer voelen. Dat was heel erg bijzonder om een stilte dag te laten staan. Een week. Ik weet niet wat er met mij gebeurt als wij straks een week daar zitten. En dat ik kan je wel vertellen. Maar sowieso mijn vrouw. De allereerste was ze zei ik zo van ja, ik ga op een retraite en een stilte week. Ze zegt je mag gerust hier ook een keer een week in je kop houden. Ja, man. Voor naar Italië toe. Nee. Maar dat is leuk van herstel. Dat is leuk van herstel. Dit soort dingen, dat zou ik nooit vroeger doen. En die stap 11, bewust contact maken met een hogere macht. En die hogere macht zit ook in me. Weet je, hoeft helemaal niet naar de wolken te bidden. Ik kan gewoon naar binnen gaan. En als ik naar die stilteplek in mij ga, als ik naar mijn ademhaling ga letten. En ik geef die apen, die kop die voor mij de hele dag aan het jekkeren zijn. Als ik 's morgens wakker word, dan word ik één aap die gaat tegen me praten. En dan kijk ik even op mijn klok hoe laat het is. En dan zie ik er een appie van Reda. Hij zegt, nou, dan vind ik van alles van Reda. Dan ga ik naar de wc. Terwijl ik op de wc sta te pissen, ben ik de buurman al vermoord in mijn gedachten. En dan lig ik terug in bed. En is dan al, dus heel hard is ontwaakt in mijn hersens. Als ik dan niks doen en ik ga op die manier mijn dag beginnen. Dan struikel ik ook nog even over de hond hier in het kutbeestkamer, een tieve schop. Ja. En mijn dochter te laat op school. En dan spring ik in die auto. En dan staat het stoplicht op rood. En ik heb de verkeer langs de rij in de supermarkt. Ja. En de hele tijd wat ik naar de universum stuur, krijg ik terug. Ik zit de hele tijd in die stress, in die angst loop ik te. Als ik nou 's morgens eventjes 10 minuten voor mezelf neem. En ik ga even 10 minuten, kwartiertje op mijn ademhaling letten. Mediteren. Even naar het stille plekje in mezelf. Even dat voor mezelf gunnen. Even een bodyscan maken. Hoe gaat het eigenlijk met me? Ja. Wat voel ik? Zit mijn schouders klem? Zit mijn armen hoog? Oh ja, ik stok een beetje hoog. Hoef het niet te veranderen, het mag zijn. Doe dat. Ben je gegroeid? Ja, niet normaal, hè? Ja mooi, helaas. Als ik dat doe, dan is het eigenlijk alsof ik een ankertje vastzet voordat ik ga abzeilen. Ja. Okay. En dan kan ik de hele dag kan ik daar mijn baard bij doen. Oh, wow. En als ik op die manier, wat ik naar de universum stuur, krijg ik terug. Als ik de hele tijd in die angst en in die stress zit, krijg ik angst en stress terug. Ja. Als ik elf in die oplossing ga zitten. Dus die stap 11, die bewust contact maken. Ik ga dan een week naar in Italië, dan een heel fantastische centrum. En dan gaan we een week in stilte. En de eerste keer dat ik ging, was ik denk ik 2-3 jaar clean. Ik zat hartstikke mooi in mijn stel. Het was deze ronde, dus ik ben nog steeds clean. Ik zat er echt lekker in. En ik kwam erachter dat ik mezelf wel lekker gezelschap vond. Ik kon het wel vinden met mezelf. Ik had humor. Ja. En het ging mij veel beter af dan een heleboel andere mensen. Ja. En nou, we gingen ook kung fu doen. En we gingen ademhaling oefeningen. En van die ijsbaden. En we van alles gedaan. Het was een hele fantastische week. En ik kom terug. Ik heb er maandenlang baat van gehad. Jaar erop ga ik weer. Maar ik ben net gestopt met roken. Oh ja. Hey, dat was even een heel andere week stilte, zeg. Ja, ik ben helemaal gek van mezelf, man. Ik vloog zwaar door het dak heen. Ik kon echt, jongen, kon geen moment met mezelf zijn. Ja. Zo fucking moeilijk. Maar die stilte zoeken, kijk, dat is de oplossing voor mijn ziekte, voor mijn probleem, is spiritueel van aard. Ja. Ik heb één vraag nog. Oh, je hebt nog één vraag. Ja, doe maar. Wel een belangrijke vraag. Ook voor jou, Najib. Hoe hebben jullie zelf vergeven voor de tijd van gebruik? Als het gaat over mensen om je heen pijn doen. Want ik merk gewoon ook dat heel veel mensen met dat soort vragen naar mij toe komen. Ook in de kliniek. Ik merk ook dat ik daar heel veel moeite mee had. Om mezelf niet te kunnen vergeven voor de dingen die ik heb gedaan. Weet je? Ik ben er denk ik nog steeds soms mee bezig. Ja. Met het vergeven. Ja, dat ik kan heel veel vergeven, maar er zijn momenten die komen wel eens voorbij. Ik denk, hoe heb ik dat kunnen doen? Dan heb ik het voornamelijk over mijn vrouw, mijn moeder en mijn naaste. Weet je wel, kijk, de dingen die zijn gebeurd. Mensen die je niet meer zo vaak ziet, denk je, oké, weet je. Ik kan er wel wat mee, maar die zijn uit mijn leven of zo. Maar mensen die nog in mijn leven zijn, dan vooral bij mijn kinderen. Weet je, en ik weet dat het een ziekte is. Maar het een soort van slijt, weet je wel. Het slijt heel langzaam. Net als dat ik mijn vader heb vergeven, weet je wel. Daar was ik ook heel kwaad om. Uh-huh. Omdat ik denk, waarom drink je nou? En uiteindelijk werd ik net als hij, of eigenlijk nog erger. Daar heb ik ook heel lang mee gezeten. Maar dat heb ik vergeven, weet je wel. Dat voelt ook als... Hij was ook ziek. Loslaten. Weet je, loslaten. En ik merk dat ik dat nu steeds beter kan. Maar er zit nog steeds een beetje iets wat heel kwaad is op mij. Ja. Mezelf. Wat kwaad is op mezelf.
Het is een, het is een hele belangrijke. Want als ik niet van mezelf ga leren houden, dan ga ik vroeg of laat gebruiken. En in het begin, wat ik net al zei, ik ben net clean. Ik zit, verdomme, wat ik mijn mooie bedrijf heb aangedaan. Wat ik mijn prachtige vrouw heb aangedaan. Wat ik mijn gezondheid, mijn tanden, verdomme. Ga mezelf dat maar vergeven. Ja. En dan heb je op een gegeven moment in stap 4 een morele inventaris van mezelf opmaken. En dan ging over wrok schrijven. En waar ik allemaal slachtoffer ben en waar ik allemaal aan heb gedaan. En toen had ik mezelf vergeten op die lijst zetten. Dus mijn sponsor kijkt naar die lijst en zegt, nee, ik vergeet je, ik zie iemand niet staan. Ja, ik wil weet jij nou over wie ik wrok heb. Ja. Die staat er zelf niet op. En ik krijg die, ik zeg. Ja. En ik weet wel, gedurende het proces, ik was op een gegeven moment in stap 7, gaat heel erg over zelfacceptatie. Voor mij ging het heel erg over zelfacceptatie. Werd heel erg zichtbaar ook wat mijn behoeften zijn. Heel langzaam maar zeker was ook, wat zijn nou mijn normen en mijn waarden? Ik had nooit geen normen. Ja, ik had wel normen en waarden, maar het waren wel de normen en waarden van de dag. Ja. Nou, als je een snuifje hebt genomen, dan moet die worden om mijn waarden aan de kant. Ik moet nou voor porno kijken. Ja. Maar langzaam maar zeker werd zichtbaar. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat heb ik nodig in het leven? En toen leerde ik ook inmiddels ben ik een paar jaar clean. Ik geef voorlichting in een kliniek gratis en voor nul en van op. En maak een halve dag vrij voor. En ik begon in die spiegel te kijken. En langzaam maar zeker begon ik die jongen die ik daar zag wel te mogen. Ja. Dan denk ik, hey, mensen kunnen wel op je rekenen. Je kan een afspraak met me maken. Ja. En toen kon ik wat langer mezelf in. Ik heb het ook als oefening gekregen van mijn sponsor om in de spiegel te kijken. En tegen mezelf te zeggen, ik hou van jou. Affirmaties, ja. Okay, en ik heb ook een keer een liefdesbrief aan mezelf geschreven. Maar ik vond dat een. Dat is wel moeilijk. Maar het komt inderdaad wel terug. Ja. Dat komt inderdaad. Ja. En wat we ook, weet je, ik heb gewoon, als ik niet gebruik, ben ik geïrriteerd. Ik ben rusteloos. Ik ben ontevreden. Ik ben, zoals ik een tijdje weer van mijn programma weer ook mens. Dan skip ik een meetingje en ik doe even minder en ik vergeet mijn sponsor te bellen. Dan komt dat terug. Ja. En dan doe ik weer allemaal van die gekke dingen. Ja. Dus het is wel een ongoing proces. Maar ik moet je zeggen, door die stappatroon is er wel een stukje vergeving gekomen. Ja. Mooi. En als je die dingen weer hebt gedaan. Neem ik ook aan dat je heel snel je excuses weer aanbiedt. Want dat was ook een dingetje van mij. Ja. Weet je, ik vond het heel moeilijk als ik een fout had gemaakt om mijn excuses aan te bieden. Ik ook. En helaas krijg ik ook van mijn gezin nog wel eens terug van, ja, hartstikke mooi wat jij allemaal in die podcast en dat je op de meetings allemaal. Ja. En helemaal, maar ik thuis ook niet even een keer. Waarom ik het vraag. Hè? Ja. Want het blijft gewoon. Dit is niet iets wat wij van huis hebben meegekregen. Ja. Wij hebben al. Ik praat voor mezelf. Ik heb altijd geleefd uit ego. Ja. En het was een zwakte om je excuses aan te bieden. En nou merk ik gewoon van, weet je, daar zit de oplossing. Ik moet eigenlijk iemand al vergeven hebben als hij al een fout heeft gedaan. Ja, precies, op het moment. Want ik weet niet hoe ik met boosheid moet omgaan. Ik kan mijn boosheid niet kanaliseren. Dat wordt heel snel bij mij. Maar een monster, man. Ja, daarom. Mijn moeder kan heel mooi, die kan even lekker wrok hebben. Dan gaat ze even niet zeiken in man. En dan gaat ze even wrok en dan zit ik met hem mee. Dan ga ik een beetje met hem mee. Even een beetje en doe, ja, dat is inderdaad. Heeft hij dat geflikt van? En als ze zegt, dan ben ik klaar, dan gaat ze wat leuks doen. En bij mij wordt dat fucking. Ik ben in die nacht hele moordplannen aan het maken. Ik heb allemaal mensen rentevrij in mijn hoofd wonen. Gewoon. Ik zweer het je, die betalen de huur niet. Die wonen allemaal in mijn hoofd. Ja, dat is toch een maf houden. Ik was zo maf als een hoepel hoor. En vandaar dat ik die vergeving. Ik kan me dat helemaal niet permitteren. Die vergeving. Ik moet echt vanuit gaan als iemand mij pijn doet. Moet ik echt vanuit gaan. Oké, hij doet het best met de gereedschappen die hij heeft. Oké, niet leuk voor mij. Maar dat is echt het beste wat hij kan doen. Ik heb die luxe dat is niet. Voor mij, dat is voor mij het alle. Meest behapbare om met mezelf om te gaan. Want als ik dat niet doe, dan ga ik het heel persoonlijk nemen. Maar andere mensen hebben ook karakterfouten. Ja. Andere mensen zijn ook niet perfect. Zeker. Zeker. Dus als ik het op die manier een bril opzet om door het leven te kijken, dan gaat het heel erg goed voor mij. Ja. Maar dan moet ik wel bepaalde dingen voor doen. En een van die dingen is echt mezelf op dagelijkse basis vergeven voor de fouten die ik op dagelijkse basis maak. Ja. Want als ik dat blijf doen, voor jezelf. Dan kan ik dat ook. Wij zijn zo ontzettend lang niet lief zijn. Ga gewoon nu eens lief voor jezelf zijn. Ga het voor jezelf houden. Ga het jezelf eens gunnen. Jezelf eens waard vinden. Precies. Ik denk dat het daarom. En helaas, liefde. Grap, heel veel mensen zijn nog gewoon, weet je, ik vind nog heel veel mensen en een boerenlul of weet ik veel wat. Ja, maar natuurlijk. Kijk, weet je, dat hoort er allemaal dat hoort bij. Maar het gaat bij het leven. Het gaat er gewoon om dat ik daar niet in blijf hangen. Nee, precies. Weet je? Je moet erin blijven hangen. Iemand zei ook van, al die mensen die mij kritiek geven, dat zijn niet de mensen waarbij ik advies zou vragen. Ja. Ik zou advies vragen aan mensen waarvan ik denk, ik zou jouw advies vragen. Heb je altijd kritiek op mij hebt? Ja, dat is niet iemand die ik advies vraag. Nee, snap je? Dus nee, dat precies. Dat laat ik bij hem. Gezegd. Alleen het kan mij raken. Maar ja goed, net wat je zegt, weet je wel, hij weet niet beter of...
Ja, dat is onze zoektocht. Hè? Ja, dat is wat wij een mooie zoektocht. Doen. Over dit boek heel even. Ja, zeker. Ik heb het nog niet gelezen. Ja. We hebben het wel gekregen, maar ik ga het lezen. Hoe vind je dat je niet je hele leven, maar het gaat natuurlijk wel over, ik lees even voor, een Amsterdamse boefjesverhaal dat de muziekgeschiedenis verandert. Hoe voelt dat als er zo'n boek over je wordt gemaakt? Want je hebt het niet geschreven, het is geschreven door Arne van Terphoven. Ja. In samenspraak neem ik aan. Ja, hij heeft het geschreven aan de hand van interviews en alles. Het is een hele gewaarwording en een hele eer natuurlijk dat iemand een boek over je wil schrijven. En Arne van Terphoven is een... Is en of een, je Herdershond liet je net zien? Ja, nee, is het dat ook? Is Sonny. Ja, dat is Sonny. Ja. Je hebt twee honden. Ik heb nu, of je had, sorry. Ja, ik had Ramstein en Londen. Twee Rottweilers. Ramstein is helaas vorig jaar overleden. Oh, okay. En Londen leeft nog. Ja. Ja, en we hebben nu Chomsky en zo'n heel klein... Ja, net zo'n rolletje wc-papier. Ja. Die het boek is trouwens... van je dochter, hè? Het boek is van mijn vrouw. Oh, toch wel. Ja, mijn dochter heeft er ook niet veel mee. Het boek, weet je... Toen ik dat boek begon met interviews te doen, gebruikte ik nog. En dat kon ik wel heel mooi bij de cowboy verhalen. Mooi vertellen met een slokje op. En als ik dan eens, die schrijver vertelde ook, als ik dan over dingen deelde die pijn hebben gedaan in mijn leven. Ik ben ook tussen wal en schip beland. Ik ben op een internaat beland. Het is allemaal niet van die hele leuke verhalen. Nee. Dan schreef die pen ook heel traag. Dan had ik ook heel veel moeite mee. Op een gegeven moment, het boek is klaar. En het zoomt dan een beetje uit. En toen kwam er een ander boek, ik geloof van Duncan Stutterheim, kwam er een boek uit. En toen heb ik gezegd, weet je wat, dan doen we deze na de winter. Wachten we eventjes. Okay. En toen werd ik clean. Ja. En toen heeft het nog een jaar eigenlijk geduurd voor dit boek uitkwam. Maar die schrijver is mij nog steeds wezen volgen. Maar nog regelmatig contact. En het laatste stuk gaat er dan eigenlijk over dat ik clean wordt. En dat het boek uit, dat hij klaar was. Een jaar clean. Dus hij zegt van, ja, zo'n eind had je niet kunnen bedenken. Nee. Dat wil je natuurlijk. Ja. Want dan de clean wordt en tot inzichten komt. En dus ja, daar gaat een heel stukje dankbaar uit. Het laatste stukje gaat over mijn laatste terugvallen. Over het clean worden en mijn eerste jaar in herstel. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat iemand... ik weet nog waar ik heel eng vond. Dat je gaat interviewen. Ik kan wel lekker mabbelen, vind ik leuk. Maar op een gegeven moment was er dus gewoon een pak papier. En dit zou naar de drukker gaan. Ja. En dat kreeg ik te lezen. En toen werd ik... Oh, maar wacht eens even. Dit gaan mensen echt lezen. Die gaan er wat van vinden. Ja. Ja, toen kneep het me wel bij mijn keel, weet je. Toen was ik wel, vond ik het wel bloedeng. Ja. Ja, maar het heeft me heel veel gebracht ook. Het is mooi. Het is wel open. En hoe gaat het nu? In deze tijd... Hoe ga je? Ja, ik ga. Ja, het leven is het gaat heel erg goed, dankjewel. Ja, ik mag helemaal niet klagen. Ik heb een hele mooie, liefhebbend gezin. Ik heb een mooi bedrijf. Maar het leven is ook af en toe gewoon struggelen. Ik heb ook gewoon een stukje pech gehad. Ik zit in de evenementen. Ja. Wat jij natuurlijk ook weet. We hebben 2 jaar lang aan het diffuus gelegen. Ja. En dat heeft ook zijn tol geëist. En ook, ook bij mij thuis wel, weet je. Dat is gewoon moeilijk. Maar ik hoef er niet op te gebruiken. Ja. Als ik dat gaat en ik had ook nog bij gebruikt. Ja. En, maar over het algemeen gaat het goed. Ik ben gelukkig. Ik mag godzijdank veel mensen helpen. En ik mag nog steeds hele mooie feesten organiseren. Ground Zero gaat dit jaar weer door. Het Multigroef bestaat 30 jaar. Dat vieren we dit jaar. Ja, werk nog steeds. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed met me. Ja. Mooi. Mooi om te horen, man. Ik ben blij om je op een andere manier te leren kennen. Ik ga het boek lezen. Reda, jij ook nog, hè? Ik ga hem zeker lezen. We gaan het allebei lezen. Tot 4 uur in de nacht heb ik gekeken naar zijn documentaires. Ja. En de eerste gabber. De eerste gabber. Ook te zien natuurlijk op YouTube. Leuk. Ja. En voor iedereen die vragen heeft op je Facebook, ze kunnen je benaderen. Je bent een fellow. Wij zien elkaar op meetings. En, wij zien elkaar bijna wekelijks. Wel. Wij zien elkaar wekelijks. Ja, met jou heb ik natuurlijk... We hebben zoveel meegemaakt. Ja. Ik weet wat ik net terug uit Zuid-Afrika kwam. En dat jij elke dag bij mijn deur stond om in een meeting te slepen. En ik was hopeloos verliefd geworden, weet je nog. En ik mocht van jou niet meer over Catherine praten. Hij was zo verliefd. Geweld. We zaten in Zuid-Afrika en we hadden een autootje gehuurd. En we kwamen elkaar elke dag... Nee! We kwamen elkaar elke dag echt ophalen. En we hebben hele mooie plekken met elkaar. En we keken daar zo. We hebben hele mooie dingen gedaan. En s'avonds ging hij naar zijn kliniek. En dan ging ik naar zijn... En toen hij er eenmaal tegenkwam... Toen ging het alleen maar natuurlijk over Catherine. Hè? Ja. En op een gegeven moment werd ik af en toe zo lijf. Ik zeg, luister, grap. We gaan afspreken, maar we gaan vandaag niet weer overleggen. Als je nou nog één keer de woord Catherine zegt... dan krijg je een slag van je hartstikke. Maar mooi, weet je. Ja, dat is wel mooi. Wat ik wil meegeven aan de mensen ook die erover twijfelen... Of ik een probleem heb, weet je. Ik ben nu niet in één keer dat ik anti-drugs ben, weet je.
weet je, mensen experimenteren met drugs en kinderen gaan een keer weer drinken. En dat gaan ze allemaal doen. Krijgen er een probleem mee. Het leven in herstel. We doen fantastische dingen. We gaan varen met z'n allen. We gaan op vakantie met z'n allen. We hebben hele vette toffe meetings. Er wordt muziek gemaakt. Er worden allerlei leuke initiatieven. Dus er wordt enorm veel verbinding. Ja. Het is echt niet zo. Het wordt kleurrijk. Ja, je leven wordt. Ik dacht altijd van als ik stop met gebruiken, is het saai. Dan wordt het mijn leven grijs. Nee. Nou, mijn leven is nog nooit zo kleurrijk geweest. Ik dacht wel, waar zit iedereen toen ik in de meetings kwam? Daar zitten jullie hier allemaal. Ja. Maar ook gewoon de connectie met jezelf. Hè? Ja. Dat je gewoon met jezelf door één deur kan gaan. Ja. En wat je net ook zegt, dat ga ik echt toch wel even herhalen. Hè? Dat je in de spiegel kijkt. Ik denk dat dat toch het meest haalbare is voor jongens zoals jij en ik. En mensen die in herstel zijn en aan hunzelf werken. Dat die jongen in de spiegel die je ochtends ziet, eigenlijk je beste vriend aan het worden is. Ik heb mezelf echt naar beneden gehaald. Ja. Juist omdat het ego tegen me zei van, nee, maar dit ga je wel redden. En elke keer, weet je, die spijt, schuld en schaamte, elke keer daarin terechtkomen. En die zelfhaat ontwikkelen. En elke keer mezelf ook wijs maken van, dit gaan we nooit meer doen. Dit doe ik niet meer. En dezelfde paar uur later doe ik het weer. Ja. Dan ga je jezelf echt haten. Ja, als je nu in de spiegel kan kijken, je denkt, hey, ik struggle wel eens met het leven. Ik win af en toe. Maar ik mag jou wel. Je mag er zijn. Weet je? Dat is een je bent een mens. Gratie. Ja. Eén dag tegelijk hoeven we niet te gebruiken. En dat klinkt zo leuk. Top. Ontzettend bedankt, man. Ja. Ontzettend bedankt dat je er was, dat je onze gast was. Dankjewel. Reda. Ontzettend bedankt. Lieve kijkers en luisteraars, dit boek, dat kun je gewoon lezen. En ik ga het lezen en misschien willen jullie het ook lezen. Nogmaals bedankt allemaal voor het kijken. Dit was Wat kan er nou gebeuren? Wat kan er nou gebeuren? Ja, we begonnen en we dachten, wat kan er nou gebeuren? Nou kijk, dit kan er dus ook gebeuren. Zeker weten. Dankjewel allemaal. Top. Jij bedankt. Doei.